Goedemiddag allemaal. Welkom bij het derde hoorcollege van de cursus Epistemologie. Kunnen jullie mij horen en zien, en de PowerPoint ook zien? Ja, helemaal goed. Oké, okay, dan uh, kunnen we van start gaan. Laten we heel even kort kijken naar wat we eerder gedaan hebben. In het eerste college hebben we gekeken naar wat de klassieke opvatting van kennis is: hè, kennis als een ware en gerechtvaardigde overtuiging. En uh, daar ging ook de opdracht over. Uh, en de scepticus zegt: Nou ja, uh, die rechtvaardiging dat is wel een probleem. Hè. Misschien heb je wel allerlei overtuigingen die waar zijn, maar ja, hoe weet je dat nou zeker? En hoe kun je dat nou uitleggen op een manier die overtuigend is? Uh, nou, daar ging de opdracht over, die heb ik nagekeken. Uh, die moet ik nog even scannen, want ik heb ze op papier nagekeken. Uh, ik ga daar nu niet al te veel over zeggen. Ik zal nog wel iets zeggen aan het einde van uh, dit college over de volgende opdracht, uh, wat ook betrekking heeft op deze opdracht. Wat ik zal doen is, ik zal een filmpje maken uh, met wat opmerkingen, wat algemene opmerkingen over uh, hoe je uh, een academisch stuk schrijft. Dus ik heb gewoon gekeken naar een aantal dingetjes die uh, niet zo heel goed zijn gegaan bij sommigen. En uh, ik zal ook iets over de inhoud van de opdracht zeggen. En ook over hoe een opdracht nou eigenlijk uh, in elkaar steekt. Dus dat zal ik in een filmpje doen. Als ik dat nu moet gaan doen, uh, dan uh, zijn we een groot deel van uh, dit college daaraan kwijt. En uh, het is misschien ook niet voor iedereen even relevant. Uh, er zijn uh, hoge en lage cijfers gevallen. Um, goed, uh, dus dat even over de opdracht. Die ging over college 1. Over kennis als een waar en gerechtvaardigde overtuiging. En dat is, uh, en je kan daar kanttekeningen bij plaatsen, of dat, dat de juiste definitie is. Uh, maar dat is wel een definitie die nog steeds veel gebruikt wordt. En die eigenlijk doorheen de geschiedenis van het nadenken over kennis uh, vaak impliciet ge geaccepteerd wordt. Hè. Dan gaat het over vragen als waarheid, en hoe kun je het rechtvaardigen. En bij waarheid wordt dan toch echt wel bedoeld correspondentie met de feiten, uh, ondanks dat dat, uh, of hoewel dat misschien niet altijd uh, expliciet genoemd wordt. Nou, um, we hebben vorige keer dan gekeken naar de klassieke uh, visies op kennis. En je hebt natuurlijk dan het scepticisme dat zegt. Ja, kennis is eigenlijk nooit mogelijk, want je kan geen rechtvaardiging geven. Plato probeert te laten zien dat kennis kennis van de ideeën is, en dat je daar dan wel een rechtvaardiging voor kan geven. Uh, maar ja, dat is natuurlijk uiteindelijk allemaal onacceptabel uh, zijn manier om te laten zien hoe dat je je ratio goed moet gebruiken. Uh, om tot de kennis van de idee te komen, die is uh, in die zin onacceptabel. Hè, dat, het, uh, dat het voorbeeld dat hij geeft, hoe dat het gaat met de slaaf van Meno, dat dat helemaal niet is, waar die, een voorbeeld is waarbij die slaafse ratio goed gebruikt, maar waarbij Socrates een woorden in de mond legt. En dan zou je kunnen zeggen: ja, dat zou een empirist kunnen accepteren. Uh, dus dat is niet zozeer een rationalistische, maar een empiristische uh, epistemologie, die daar dan uiteindelijk achter zit. Uh, en we hebben ook gekeken naar het empirisme van Aristoteles. Hè? Dus we hebben gezien dat uh, uh, je bent natuurlijk ook kan zeggen, nou, uh, kennis doe je op via de observatie. Dat is wel wat Aristoteles zegt, maar Aristoteles hebben we ook gezien. Die heeft wat rationalistische elementen in zijn epistemologie zitten, waardoor je moet zeggen, nou, uh, dat is zeker geen zuiver uh, empirisme. Dat heeft Aristoteles natuurlijk zelf ook nooit gezegd. En uh, het is in die zin niet overtuigend dat hij bijvoorbeeld uh, tot algemene concepten en algemene beweringen, zoals alle mensen zijn sterfelijk, komt via intuïtieve inductie en daarmee, uh, ja, zeg je gewoon, ik, ik zie op de een of andere manier, hè, eigenlijk met je verstand in, dat alle mensen sterfelijk moeten zijn of dat alle A, B moeten zijn, terwijl je niet alle A hebt onderzocht of dat ze wel B zijn. Uh, en dat maakt het ook niet erg overtuigend. He, dat je dan zegt het wel zeker te weten. Hè. De scepticus zal zeggen: Ja, maar dit accepteer ik niet dat jij inziet um, met je noes, hè, met je ratio, met je verstand. Uh, dat deze bewering waar moet zijn. Dus, um, ja, dat, dat even voor de colleges die we gezien hebben. Nou, uh, hier bij de, uh, de geschiedeniscursussen krijg je natuurlijk wel wat meer over de middeleeuwen. Die slaan we nu eigenlijk over. Uh, en we pikken het weer op bij Francis Bacon, die breekt met Aristoteles. We hebben gezien dat Aristoteles zeker aan het eind van de middeleeuwen de filosoof was. Die wordt ook gewoon de filosoof genoemd. Ze noemen hem niet eens bij naam. Maar als je het over de filosoof hebt, heb je het over Aristoteles. Die was hartstikke belangrijk. Zijn ideeën waren gekoppeld aan die van de Bijbel. Dus als je de ideeën van de Bijbel aanviel, viel je de ideeën van Arist Aristoteles aan en andersom. En uh, dat wilde je natuurlijk niet doen. En dat was levensgevaarlijk. Nou, we zien vandaag met Francis Bacon dat uh, wetenschappers, filosofen, uh, langzaamaan uh, die band tussen Aristoteles en de Bijbel doorbreken. Dat ze Aristoteles kunnen aanvallen. En dan gaat men weer zelf nadenken. Uh, en dan gaat men zelf weer uh, uh, nadenken over wat de bron van kennis is. Uh, en dan gaat men zich vaak dus verzetten tegen Aristoteles. Hè, dat is dan vaak de discussiepartner. En dat zie je bijvoorbeeld onder andere bij René Descartes, die ook reageert, niet alleen op Aristoteles, uh, en in lijn is met een zekere zin met Bacon, maar die ook reageert op zijn landgenoot Michel de Montaigne, die we vandaag zullen zien uh, als uh, dat het de scepticus is waar het in dit moderne debat dan om gaat. En je krijgt nu weer een modern debat tussen de scepticus aan de ene kant en de rationalisten en de empiristen aan de andere kant. Nou. Uh, en die rationalisten en die empiristen zijn natuurlijk ook niet met elkaar eens over wat de bron van kennis is. Het is eigenlijk hetzelfde debat uh, als wat we bij de oude Grieken gezien hebben, alleen dan in een modern jasje. Michel de Montaigne is dan de scepticus, René Descartes de rationalist, en Locke, Berkeley en Hume, dat zijn de empiristen, en die bekijken we in het volgende college. Nou, we eindigen dit college ook weer met een conclusie en een vooruitblik, en ik zal iets zeggen daarbij ook over de uh, opdracht 2, uh, op, sorry, moet dat zijn. Van college 3. Goed. Um, laten we dus met Francis Bacon beginnen. En Bacon die breekt met Aristoteles. Maar, en dat is wel belangrijk, niet met de Bijbel. Uh, dus waar Thomas van Aquino de Bijbel en Aristoteles aan elkaar koppelt, en het dus gevaarlijk wordt uh, om Aristoteles aan te vallen, omdat je dan uh, indirect de Bijbel aanvalt. En dan verzet je je natuurlijk tegen de katholieke kerk. En nou, dan uh, krijg je de Inquisitie op je dak. Dat wilde je niet. Uh, Bacon, die uh, blijft een goed Christen. Maar verzet zich wel tegen Aristoteles. Dus die, die haalt die twee weer uit elkaar. En dan kun je Aristoteles weer aanvallen. Uh, en dan heeft hij bijvoorbeeld kritiek op de manier waarop Aristoteles inductie gebruikt. Bacon gebruikt zelf ook inductie, zullen we zien. Uh, hij gaat in tegen het Aristotelische idee dat je geen experimenten mag gebruiken. En dat is denk ik iets wat, wat wij al, al heel vreemd vonden, natuurlijk. Hè? Dat je geen experimenten mag gebruiken. Want als we nu naar de wetenschap kijken, ja, dan worden bijna alleen maar experimenten gedaan. Dat is de manier om kennis te verwerven. Maar we hebben gezien dat Aristoteles dan zegt: ja, dat is het manipuleren van de natuurlijke wereld. Waardoor je tegen natuurlijke bewegingen krijgt. Dus de natuurlijke beweging van een steen is van boven naar beneden. En als je hem dus horizontaal gaat gooien of omhoog gaat gooien, ja, dan kun je daar misschien wel kennis over verwerven, maar dat is kennis over. Het onnatuurlijke, het tegennatuurlijke, en je wil kennis hebben over de natuur. Uh, en dan mag je dus eigenlijk niet manipuleren. Dan mag je geen experimenten gebruiken. Dan moet je juist alleen maar observeren. Nou, dat, dat is iets waar hij zich tegen verzet. En al vroeg waarschuwt Bacon ons ook voor de mogelijkheid van allerlei denkfouten. En hiermee zien we dat hij een voorloper is van uh, filosofen als uh, Hume en Klein. En dat wordt in de latere colleges, komen we daar nog op terug. Goed, uh, Bacon die uh, was, was een Brit. Hij wordt ook uh, Lord Verulam uh, genoemd. En als je uh, teksten van de kaart leest, bijvoorbeeld als die het over Bacon heeft, dan heeft hij het niet over Francis Bacon, maar dan heeft hij het over Lord uh, Verulam. Hij had hij had een, uh, uh, een uh, die, die plek kreeg hij, hij werd uh, Lord, tot uh, Lord benoemd. En toen kreeg hij daar ook uh, grond bij en daar liet hij een groot huis bouwen. En uh, vandaar dat hij vervolgens Lord Verulam werd. Uh, en mensen gingen ook naar hem op die manier verwijzen, ook in de, de filosofische geschriften. Nou, hij schrijft uh, uiteindelijk een boek Novum Organum, dat, dat is uh, een van de belangrijkste uh, boeken... En daar houdt hij een pleidooi voor een nieuwe methode. En dat is eigenlijk de methode van de wetenschap. En daarin gaat hij heel sterk in tegen de oude methode van Aristoteles. Nou, hij was ook uh, iemand die uh, in de politiek werkzaam was. Uh, dus hij had nogal uh, invloedrijke vrienden. Ik denk dat dat een van de redenen of een van de oorzaken is. of van de manieren is geweest. waardoor hij dus inderdaad zich tegen Aristoteles kon verzetten. zonder serieus in de problemen te komen. Goed, nou, die nieuwe methode die heeft een aantal elementen. Dit zijn denk ik de drie belangrijkste. Uh, hij stelt dat we onze vooroordelen moeten laten varen. Daar moeten we vanaf. Wij hebben als mens allerlei vooroordelen. En we hebben het hier over kennistheoretische vooroordelen, epistemologische vooroordelen. Het is niet over seksistische of racistische vooroordelen of zoiets dergelijks. Um, hij, gaat, hij heeft het over kennisverwerving. Hij zegt, nou, je moet de empirische methode gebruiken, Nou, die, hè, dat is uh, de wetenschappelijke methode, hè, in de aanleg zoals we die uh, nu kennen, um, bijvoorbeeld uh, niet verwijzen naar autoriteitsboeken als die van Aristoteles. Als je wel weet hoe de wereld in elkaar zit, moet je observeren, en mag je ook experimenteren, en daarmee gaat hij in, dus, de, dus in tegen wat Aristoteles te vertellen had. En inductie is daarbij wel belangrijk. Maar op een Manier die wat kritischer is. dan uh, hoe dat uh, Aristoteles-inductie gebruikt. Nou, je zult dus moeten kijken naar deze, naar deze elementen. hoe dat peken dat dan uh, precies ziet. Um, en zeker dat, dat allereerste punt. dat is iets wat uh, nog. nog uh, waarbij je eigenlijk anticipeert op hoe we. Uh, ook nu over kennisverwerving denken. En dus. Als je nadenkt over kennis en de verwerving van kennis en hoe komen we aan kennis, uh, dan moet je natuurlijk weten wat we uh, onder kennis verstaan, nou, dat hebben we in het eerste college bekeken, uh, wat daar de, de gangbare definitie, de gangbare opvatting voor is. Um, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat als je weet wat kennis is, dat het ook gemakkelijk is om die kennis te verwerven. En een scepticus zal zeggen, je kan sowieso geen kennis verwerven, want de rechtvaardiging gaat altijd fout. Um, maar er zijn ook hele praktische problemen eigenlijk. En daar wijst Bacon ons al op. He. Die heeft die, zaken al, die pro praktische problemen op een rijtje gezegd, En dat zijn onze epistemische vooroordelen die we hebben. We zitten op een bepaalde manier in elkaar. En wij zouden nu zeggen psychologisch, of ons brein zit op een bepaalde manier in elkaar. Um, en daar komen we allemaal uitgebreid op terug. En daar kun je evolutionaire redenen voor geven, evolutionaire oorzaken voor geven. Um, dat we dus op een bepaalde manier denken, waarbij die manier van denken niet altijd tot de juiste conclusies leidt. Dus niet altijd kennis oplevert. En dus we hebben wat hij noemt idols of false conceptions, of eh, epistemologische vooroordelen. En als je die vooroordelen gebruikt, dan gaat het soms goed, maar vaak gaat het ook fout. En dan heb je dus inderdaad een false conception. Dan heb je een idol, een idool. Die staan dus vaak in de weg bij het verwerven van kennis. Je probeert kennis te verwerven en dat gaat dus vaak mis, omdat we op een bepaalde manier in elkaar zitten, omdat we bepaalde kennistheoretische vooroordelen hebben. En dan moeten we dus op beducht zijn. En wat Bacon doet is, nou, hij zet de, 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 de vier algemene typen, die zet hij op, op een rijtje en dan geeft hij wat voorbeelden van. En zodat je als lezer gewaarschuwd bent, als je vervolgens kennis wil gaan verwerven, dat je dus rekening moet houden met hoe je zelf, wij zouden nu zeggen, psychologisch in elkaar zit. Ja, het gaat om de volgende vooroordelen: de idolen, de idols, of in het Latijn de idola. De idols of the tribe, de idols of the cave, of the marketplace en of the theater. Dus laten we die even één voor één bekijken en dan wat voorbeelden bij geven, zodat je een idee hebt wat Bacon daarmee uh, bedoelt en waar hij dus voor waarschuwt. De ja, idols of the tribe, dat is de tribe van de mensen. Dus dat gaat over, over ons allemaal. De tribe dat lijkt misschien in eerste instantie tot een beperkte groep. Uh, beperkt te zijn, dus dat, dat, dat een kleine groep beperkt te zijn, maar hij heeft het hier over alle mensen. En hij zegt, Nou, we zijn geneigd, omdat we als mens op een bepaalde manier in elkaar zitten, dat geldt dus voor iedereen, uh, dat je je op een bepaalde manier vergist, zoals bij een visuele illusie. Uh, dus als je uh, uh, in elkaar zit, zoals uh, de gewone mensen in elkaar zitten, en je kijkt naar zo'n. Uh, ik kan het voor copyright-reden natuurlijk weer niet. niet in een college zitten, maar je kent allemaal de plaatjes van visuele illusies, waarbij plaatjes, uh, de statische plaatjes, uh, lijken te bewegen, bijvoorbeeld. Nou, daar, daar doe je niet heel veel aan. Zelfs als je weet dat het een plaatje is, een foto die, waar, hè, waar de uh, figuurtjes in staan, uh, dat die niet bewegen, dan nog ervaar je beweging. Daar ontkom je dan niet aan, maar, maar je kan wel snappen dat die beweging niet echt is. Hè? Dat, die, dat die dus eigenlijk. Zit in de manier hoe dat wij fysiologisch in elkaar zitten en dat we dus beweging ervaren waar die niet is. En andere dingen zijn bijvoorbeeld het zien van orde en regelmaat waar die niet is. En dat is dus eigenlijk inductie gebruiken. En je, je hebt uh, een aantal keer aangezien, uh, waarbij A gezien waarbij AB was en dan zeg je nou dat zal wel altijd zo zijn. Uh, en, hè, Bacon wijst hier dus eigenlijk op het probleem van veralgemeniseren van inductie. Dat, dat is één dingetje waar hij op wijst. Uh, ook het zoeken naar bevestiging en het negeren van belegging van wat je gelooft. Nou, dat zien we nu heel sterk. Hè? Dus met mensen die uh, heel sterk geloven dat uh, 5G corona uh, veroorzaakt. Of uh, dat de regering. Uh, nou, wat is het? Uh, uh, onze dan een genetisch experiment uh, uh, aan het onderwerpen is. Die zien alleen maar bevestiging voor hun ideeën. En alles wat er tegen pleit, dat vegen ze onder het tapijt. Hè? Dan zeggen ze, ja, dat is een samenzwering of iets dergelijks. Nou, Bacon zegt, zo zitten we eigenlijk allemaal in elkaar. We zijn geneigd om bevestiging te zoeken voor onze opvattingen die we hebben. En om weerleggingen te negeren. En dat heet in het moderne jargon een confirmation bias, een bevestigingsvooroordeel. En daar zullen we in een later college nog uitgebreid op terugkomen. Want dat is een heel belangrijk... Uh, uh, heel belangrijke bias die we hebben. Uh, nou, ander ander voorbeeld dat u geeft: hè, we zien de zon ondergaan, maar natuurlijk, uh, de zon gaat niet onder, en de aarde draait om de as, en daardoor lijkt het dat de zon ondergaat en hier heb je precies eigenlijk een, een natuurlijke, visuele illusie. Uh, en ook als je dit weet en je ziet zo'n plaatje zoals ik hier heb, of uh, je, je zit s'avonds uh, te kijken naar de zon, dan zeg je wat een mooie zonsondergang terwijl je weet dat het helemaal de zon niet ondergaat. He, dus he, het is heel moeilijk om daar uh, ook vanaf te komen. Maar he, je kan het wel weten. En als je zegt van ja, nee, strikt genomen weet ik wel dat het niet de zon is die ondergaat. Of he, een voorbeeld dat hij ook geeft, ik een zeelij die de kracht van, hun, van het gebed hoog inschat. He, zeelij hebben op de zee, komen ze in een zware storm terecht. Uh, en dan bidden ze tot God. De, uh, God, red ons alsjeblieft. En uh, vervolgens, ja, dit vertellen ze na... Uh, dus uh, ze hebben het overleefd. En dan zeggen ze: zie je dat bidden dat helpt? En Bacon zegt: ja, maar ze vergeten uh, dat, uh, dat er misschien uh, ook een hele hoop zeelui zijn die bidden tot God in een storm en wel vergaan. Want die vertellen het gewoon niet na. En dan, dan schat je de kracht van het gebed er hoog in. Ja, dat zijn zo: de idols of the tribe zijn de vooroordelen die we allemaal hebben. De idols of the cave, dan gaat het precies om een selecte groep mensen. En we hebben natuurlijk ook allemaal Idols of the Cave, in die zin is dat uh, iets wat we dus ook allemaal hebben, alleen nu gaat het echt om, sommige groepen hebben specifieke epistemologische vooroordelen, dat je tot een bepaalde groep, culturele groep hoort. En dat kan binnen een samenleving zijn. Hè. We hebben in onze samenleving ook mensen met een extreme voorkeur voor vroeger, extreem conservatisme, uh, dus alles, alles van vroeger was goed, en er zijn mensen die zeggen, nee, 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 alles moet nieuw zijn. Je ziet dat ook, ook in het, in, uh, op de universiteit, zie ik dat nog anders. En dan, dan, dan zijn er innovatieprijzen, of uh, er moet geïnnoveerd worden. Dan denk ik van, ja, als iets goed is, hoef je het niet te innoveren. Innoveren om het innoveren. Dat is precies zeggen dat alles wat nieuw is, dat dat goed is. Maar dat hoeft natuurlijk niet. En Bacon zegt, ja, het zit waarschijnlijk ergens in het midden. Soms zijn dingen van vroeger beter en soms zijn nieuwe dingen beter. Nou. Uh, dat moet je per keer bekijken. En uh, uh, als jij uh, die neiging hebt om um, uh, alles van vroeger beter te vinden, ja, dan, uh, dan sta je dus niet open voor daadwerkelijke verbetering. Hè? dat houdt dan ook uh, vooruitgang tegen. Uh, aardig voorbeeld: hè? we zijn nu allemaal uh, online, alles is online. Nou, hoera. Uh, maar er was natuurlijk een tijd waarin dat niet zo was, en dat was nog niet zo heel lang geleden, ik heb hier een klein onderzoekje uit, uit 2000, dat ging over de vraag aan studenten, hoeveel studenten hebben een mobiele telefoon, en toen had niet iedereen een mobiele telefoon, ik vermoed dat iedereen dat nu heeft, alle studenten dat het nu hebben, of dat het in ieder geval 99% is of iets dergelijks. En wat hier bleek was dat als je het dan in moest schatten en je had al een mobiele telefoon, dan schat hij het hoger in dan het daadwerkelijke percentage. En als je nog geen mobiele telefoon had, schat hij het lager in. Dus je schat eigenlijk anderen in zoals jij bent. Hè? Dus je, je refereert naar je eigen uh, groep. En je ziet hier dus dat uh, dat uitmaakt voor hoe dat je denkt over andere mensen. En dus dit is daadwerkelijk een vooroordeel wat mensen hebben. En, en wat. Een voordeel is dat afhangt van tot welke groep je behoort. Als je tot de groep mobiele telefoonbezitters hoort, schat je het anders in dan wanneer je tot de groep behoort van mensen die nog geen, geen mobiele telefoon hebben. En dus daar moet je rekening mee houden dat het soms afhangt van de groep waartoe je behoort, hoe je over iets of iemand denkt. Nou, dan onderscheidt um, Beken nog de uh, idols of the marketplace. En dat zijn epistemologische vooroordelen die voortkomen uit het idee dat we ergens over kunnen praten. En het gaat over de marktplaats. Stel je een markt voor. En dan staat er ergens op de markt er staat er iemand die roept bananen, bananen, bananen. Dan denk je, nou ik wil bananen kopen, dan, dan moet ik daar zijn. En als zo iemand dan geen bananen verkoopt, dan zeg je, ja dat is ook een beetje raar dat je dan de hele tijd bananen staat te roepen. En dus je gaat er dan vanuit dat als iemand dat roept, dat er dan ook bananen te koop zijn. Dat er dus ook die dingen zijn. Um, wat, wat dus inhoudt, dat als we een woord hebben, dat we geneigd zijn, dat is waarom die dat zegt. Vandaar deze illustratie. dat Als we een woord hebben, dan zijn we geneigd om te denken dat daar ook iets mee correspondeert in de wereld. Dat het ook verwijst naar iets echt. Het woord banaan verwijst naar bananen. En in dit geval is dat ook zo. Bananen bestaan. Maar zoiets als geluk. En dan gaat het niet om het, het, het gevoel van geluk. Maar dat je de loterij wint. En dan zeg je: Oh, wat had ik toch veel geluk. En al die andere mensen pech. Hmm. Bestaat dat? Geluk. Of het element vuur bijvoorbeeld. Bestaat, bestaat dat? Ja, vuur bestaat. Maar bestaat dat uit uh, elementen vuur? Uh, net zoiets als geluk. Kan je dat ergens halen? Doe maar een kilo geluk. geluk. Uh, dat kan helemaal niet. We hebben wel die woorden, maar ze verwijzen eigenlijk niet naar iets echt in de werkelijkheid. Andere voorbeelden: een heks. Je kan natuurlijk van iemand zeggen: nou, wat is dat een heks? He? nou, die persoon bestaat dan. Maar als je met heks bedoelt iemand die kan vliegen, in een, een ander beest kan veranderen, uh, die kan toveren, uh, dan zeg je: nou, ja, dan hebben we wel een woord heks, maar dat verwijst niet naar Iets in de werkelijkheid. Er bestaat geen ex. Of een, een woord uit de wetenschap: elan vital, een levendgevend principe. Vroeger dacht men dat als iets, als een wezen in leven was, dat er dan een levendgevend principe, een elan vital in zit. Maar als je nu een biologieboek open slaat, dat staat daar nergens in. Er staat nergens in: dit boek gaat over organismen die allemaal een elan vital hebben. Nee, dat is een oud concept. Men dacht wel dat het verwezen destijds, maar het bleek later gewoon helemaal niet te bestaan. Uh, dus daar moet je ook op beducht zijn. Iemand kan een woord bedenken en zeggen, nou, dat verwijst ergens naar. Uh, maar dat hoeft niet. En, dan, en als je dan denkt dat dat wel zo is, dan heb je dus dus. Dan trap je daar dus in. En hier zie je meteen ook dat het vaak wel goed gaat. Hè? Het woord, als je op de, de Marktplein banaan hoort, dan zeg je, oh, dan zullen er wel bananen zijn. En als je op het Marktplein een woord hoort dat je niet kent, dan denk je ook wel dat het ergens naar verwijst. En dat zal dan ook wel. Hey, maar dat, uh, hè, dus het gaat vaak goed, maar niet altijd. Uh, de laatste idolen waar uh, Bacon het over heeft, dat zijn de idols of the theater. En dat zijn de vooroordelen, dat is de opvattingen die we hebben, uh, die, 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 we, die we ook verkrijgen, omdat autoriteiten ons vertellen dat het zo in elkaar zit. En hij heeft het dan hier niet over wetenschappers. Hij heeft het dan hier over zoiets als de oude filosofische scholen. Denk hier gewoon aan de Aristotelianen. En want daar verzet hij zich tegen. Wat Bacon dus eigenlijk zegt is van: je moet niet alles geloven wat die Aristotelianen zeggen. En niet omdat ze het zeggen, niet omdat de filosoof het gezegd heeft, klopt het? Nee, of moet je dit geloven? Nee, die, die kunnen het ook fout hebben. Hij wil niet, natuurlijk niet zeggen dat alles wat Aristoteles gezegd heeft, dat dat uh, incorrect is, maar. Je moet het niet omdraaien. Je moet niet zeggen dat alles wat Aristoteles gezegd heeft correct is. En dus, als je wil weten hoe de wereld in elkaar zit, dat je dan het boek over de werken van Aristoteles moet bekijken. Um, hè, dus daar, hier zien we ook dat, dat, um, dat Bacon zich tegen Aristoteles verzet. Nou, um, een ander punt waarop hij, en dat is wel heel belangrijk, maar dat, dat heb ik dus eigenlijk al genoemd en ik denk dat dat al wel duidelijk is. Een um, ander punt waarop hij zich tegen Aristoteles verzet is... Hij zegt: Je mag wel degelijk, of zelfs je moet experimenten gebruiken. En als je de, wil weten hoe de wereld in elkaar zit, dan uh, moet je gewoon experimenten doen. En daar leer je wel degelijk wat van. Ook van de natuurlijke wereld. En dus dus uh, de overlevering heeft het dat, dat hij uh, aan uh, longontsteking is, is overleden. Om, omdat hij in de sneeuw experimenten aan het doen was. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Um, uh, want het is niet dat je daardoor een virus oploopt uh, of iets dergelijks. Uh, maar hij was wel een experiment aan het doen, en dat heeft hij wel daadwerkelijk gedaan. Hij, heeft, hij was aan het kijken in de sneeuw of dat vlees, in dit geval van een kip, of dat, uh, minder snel zou bederven als je het dus eigenlijk invriest. Hij was dus eigenlijk een koelkast of een vriezer aan het testen. En uh, ja, nou, we weten inmiddels natuurlijk dat dat, 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 dat werkt. Um, en dus hij deed zelf experimenten. Ja, een van de dingen die hij uh, ook probeerde, waar hij waarschijnlijk wel aan is gestorven, is om te kijken of dat je je één keer per jaar een hele grote hoeveelheid opium gebruikte, dat je dan langer zou leven. En waarschijnlijk heeft hij dat gedaan uh, en heeft hem dat het leven gekost. Um, dus ja, experiment met resultaat, alleen niet de resultaten die hij wilde, denk ik. Maar heel duidelijk, uh, hij pleit voor het doen van experimenten om iets over de wereld... te weten te komen. En daarmee... verzet hij zich natuurlijk heel erg... tegen de oude opvattingen van Aristoteles... waarbij je alleen maar mocht observeren. Nou, dan nog een laatste punt... waarbij hij zich... Uh, duidelijk uh, ten opzichte van Aristoteles... verhoudt als een criticaster van Aristoteles. Bacon, daarvan wordt ook wel eens gezegd... dat hij dus uh, een, een empirist zou zijn... bijvoorbeeld. Uh, maar hij zegt... Uh, zelf dat... Uh, uh, als je uh, inductie gebruikt, dan is dat een, een, een mix van uh, waarneming en verstand. Dus er zit wel degelijk ook een rationalistisch element in. Als je dus een, op basis van een aantal observaties, maar niet alle observaties, een algemene conclusie trekt, ja, dan, dan doe je dat natuurlijk met je verstand. Um, en hij zegt, dat is wat, wat wetenschap doet, maakt gebruik van observatie... Observatie ook natuurlijk van de resultaten van experimenten. Dat mag bij Bacon nu wel. En rationele gevolgtrekking. En dan gebruikt hij ook inductie. En toch heeft hij dan commentaar op Aristoteles. Waarvan we gezien hebben dat hij inductie gebruikt. Dat is een beetje vreemd. Hoe zit dat? Nou, Bacon die, die, uh, heeft vooral beschreven wat deze nieuwe methode is. Hij heeft daar. Uh, uh, heeft hij niet bedacht. En er waren natuurlijk andere mensen ook bezig met het doen van experimenten. Um, dus in die zin heeft hij ook wel gewoon opgeschreven wat, wat er uh, uh, al aan het gebeuren was. Wat er al in opkomst was. En er waren wetenschappers natuurlijk die bezig waren met het doen van onderzoek naar dingen waar Aristoteles bijvoorbeeld niks over gezegd had. Uh, dus dan kun je ook niet tegen Aristoteles ingaan. En dan kun je ook gewoon een wetenschappelijke methode gebruiken. Uh, en wat Bacon zelf deed, was bijvoorbeeld inductie gebruiken in het geval van warmte. En hij heeft een lijst gemaakt van allerlei zaken waar warmte bij aanwezig was. En daarbij constateerde hij dat er ook altijd kleine deeltjes aan het bewegen waren. En dan zegt hij uiteindelijk: Ja, ik heb hier nu een aantal gevallen, maar niet alle bekeken. Uh, waarbij eigenlijk uh, nou, het zo lijkt te zijn dat uh, de beweging van kleine deeltjes voor warmte zorgen. En dat zal dan dus wel altijd zo zijn. En dan gebruik je dus inductie. Nou, je zou kunnen zeggen, dit had Aristoteles ook kunnen doen. Maar bij Aristoteles hebben we gezien dat Aristoteles nog een stapje verder gaat. Hè? Alle mensen zijn sterfelijk. Aristoteles heeft ook maar een aantal mensen gezien waarvan hij daadwerkelijk vastgesteld heeft, via de observatie, dat die mensen sterfelijk waren. En toch zegt hij: Ik weet zeker dat alle mensen sterfelijk zijn. Hij probeert dus op een of andere manier die overtuiging die hij heeft: alle mensen zijn sterfelijk. Die, nou laten we er even vanuit gaan dat die waar is, die, die, dat die correspondeert met de feiten. Daar probeert hij dus een rechtvaardiging voor te geven. En dan zegt hij: Ja, dat doe ik dus eigenlijk met mijn noes. En dat is zijn woord voor ratio, voor verstand, voor reden. Hij zegt: Ik zie dat intuïtief in, het is intuïtieve inductie. En dan weet hij het zeker. En dat is verkeerd volgens Bacon. He, dus wat an met andere woorden, Aristoteles neemt het inductieprobleem niet serieus genoeg. He, Bacon zegt: Je moet altijd ergens anders gaan kijken. Of dat je algemene regel, alle mensen zijn sterfelijk. Of uh, het zijn kleine deeltjes die bewegen die voor warmte zorgen. Je moet altijd blijven kijken of dat het ergens anders mogelijk niet zo is. Met andere woorden, hij blijft zoeken naar een mogelijke weerlekking. Hij houdt dus altijd de slag om de arm uh, als het gaat om beweren dat een, uh, om claimen dat een algemene bewering waar is. Hij zegt daar, ja, ik heb dat heel vaak gezien, maar dat wil niet zeggen dat ik het 100% zeker weet. Dus uh, Bacon is een stuk kritischer op een conclusie die uh, inductief getrokken is. Uh, hij verwerpt dus in zekere zin de intuïtieve inductie van Aristoteles. En kijk, voor Aristoteles is het natuurlijk ook dat hij niet meer kritisch is op het moment dat hij dat gebruikt heeft. Als hij zegt, ik zie met mijn verstand, met mijn noes in, dat alle mensen sterfelijk noodzakelijk waar moeten zijn. Ja, dan ga je natuurlijk ook niet meer zoeken naar een mogelijke weerlegging. Want je hebt met je verstand ingezien dat het zeker waar is. En dat het dus echt kennis is. Dus die intuïtie, die zorgt hier voor de rechtvaardiging van jouw ware overtuiging. En Bacon zegt, ja, dat werkt volgens mij zo niet. Dus die is daar een stuk kritischer op. Nou, hij breekt dus met Aristoteles. Dat is heel duidelijk, hè? Uh, maar niet met de Bijbel. En dus wat doet hij? Hij houdt een pleidooi voor wat we nu zouden zeggen wetenschap, uh, waarbij je uh, uh, moet oppassen voor allerlei vooroordelen die we hebben. Nou, dat zal in deze cursus nog uitgebreid aan bod komen. Uh, dus we hebben hier uh, een voorloper uh, van iemand die, uh, die uh, ons daarop wijst. Um, dat was een, een van de eerste die ons daarop baast en we hebben daar nu veel meer uh, ideeën over hoe dat eigenlijk al die epistemologische vooroordelen werken um, en hij merkt daar wel bij op en dat, dat is ook wel belangrijk dat het heel moeilijk is om uh, die idols los te laten om daarop beducht te zijn en, en dan gaan ze natuurlijk de kennisverwerving in de weg staan als je er de hele tijd op bedukt zou zijn, dan, uh, dan merk je het wanneer je die fout maakt. En dat is het natuurlijk niet. En een aardige illustratie is Bacon's eigen idol of the theater. En hij zegt: ja, je moet autoriteitsbronnen niet zomaar geloven. En hij zegt dan: ja, Aristoteles, hè, moet je niet zo, die moet je zomaar niet geloven. Of die mensen die naar, naar Aristoteles verwijzen en zeggen hoe, hoe de wereld in elkaar zit, en die moet je niet zomaar geloven. Um, maar hij heeft zelf. Uh, ook een idol of the theater. En als je kijkt naar welke dat is. Een van de slogans die hij in het Novum Organum heeft staan. is: kennis is macht. Uh, ik denk dat we die slogan allemaal wel eens gehoord hebben. En de meeste mensen associëren dat met. kennis is politieke macht of iets dergelijks. Maar bij Bacon is: kennis is macht. Is macht over de natuur. Uh, om de natuur op een dusdanige manier te manipuleren. naar je hand te zetten. dat de natuur doet wat jij wil. Um, en. Wat wilde hij? Hij wilde terug naar het paradijs op aarde. En dus in het oude testament en worden Adam en Eva uit het uit het paradijs uh, gejaagd door God. Uh, en in dat paradijs was alles ja paradijselijk, was alles goed. Er was niemand ziek. Uh, en daarna, als je het uit het paradijs bent, nou dan wordt het leven een ellende en dan gaan allemaal mensen uh, worden ziek en zo. Uh, dus hij wil eigenlijk kennis gebruiken om de natuur zo te manipuleren dat we teruggaan naar die paradijselijke toestand zoals die in het oude testament beschreven was en daarmee neemt hij dat oude testament natuurlijk als een autoriteit je ziet als een soort van historische bron hey, uh, dit is allemaal echt gebeurd en is hij daar dus eigenlijk niet kritisch genoeg over en ze illustreert dat meteen hoe moeilijk het is om uh, van je idols af te komen. Hè, om rekening te houden met je idols. Ook al weet je dat die idols er zijn. En nou Bacon had ze op een rijtje gezet. Dus die wist dat echt wel. Dus wat hij doet is. En dat is wel interessant ook. ook dat je dat hier ziet. Met dit, uh, deze, dit epistemologisch vooroordeel. Wat hij zelf heeft. Is dat hij inderdaad. Hij gaat ontzettend de keer tegen Aristoteles. Maar. Hij blijft heel bijbelvast, hij blijft heel erg geloven in, in wat er in de Bijbel staat. Dus hij haalt die twee echt uit elkaar. Je kan Aristoteles aanvallen uh, zonder de Bijbel aan te vallen. Uh, en dat houdt in dat mensen natuurlijk dan vervolgens zeggen van... oké, okay, dus als wij nu weer eens nagaan denken over waar kennis vandaan komt en zo... Uh, dan hoeven we dus niet meer naar Aristoteles te, te, te verwijzen. Kunnen we gewoon Aristoteles aanvallen zonder dat we daar persoonlijk in de problemen doorkomen? En dat is natuurlijk wel interessant. Goed, dus Bacon breekt met Aristoteles. En we zullen zo meteen zien dat uh, René Descartes, de rationalist, uh, de moderne rationalist, ook met Aristoteles breekt. En uh, die staat dus in die zin in de traditie van Bacon. Hè? Bacon heeft het voorwerk gedaan, zullen we maar zeggen. Een andere figuur die wat voorwerk voor René Descartes' uh, rationalisme heeft gedaan, is Michel de Montaigne. En dat is he, degene waar de kaart op reageert als het gaat om het scepticisme. He, Michel de Montaigne. Uh, de Montaigne is, is, is de naam die bij het uh, landgoed hoort waar uh, zijn grootvader uh, dat zijn grootvader gekocht had en uh, waar een kasteel gebouwd werd, uh, waar Montaigne dan geboren werd en maar de Montaigne is heer van, van Montaigne van, van dat, van dat uh, landgoed. Daar is hij uh, geboren, daar is hij ook gestorven, daar heeft hij uh, is ook het merendeel van zijn, van zijn werk uh, geschreven, uh, onder andere uh, een heleboel essays. Uh, misschien is hij misschien wel bekender als degene die uh, het, het essay als een literaire genre heeft ontwikkeld, dan als filosoof. Uh, want de meeste mensen zullen hem denk ik alleen kennen, uh, als de scepticus waar Descartes. Um, zich tegen verzet. Hij heeft ook nog allerlei andere dingen geschreven. Uh, hij is heel goed, heel, echt, echt. Uh, het is heel erg leuk om hem te lezen. Hij schrijft heel, uh, heel grappig ook. Hij is heel humoristisch, vind ik. Maar goed, we gaan ons eh, in deze cursus natuurlijk beperken. Precies tot dat scepticisme. Wat hem in de filosofie uh, nu nog uh, uh, naam geeft. Um, laat, laten we dat kort houden. Um, want het is eigenlijk wel duidelijk natuurlijk wat scepticisme is. Hè? Dus uh, Montaigne is ook iemand die zegt van, nou ja, we willen wel kennis hebben, we verlangen naar kennis. Uh, hè, de reden, ja, die kan tekortschieten. Dan roep je de ervaring te hulp. Maar die ervaring, ja, daarvan zegt hij ook, ja, dat, daar kun je het ook fout mee hebben. Die kan ons ook misleiden. Um, en wat hij dan zegt, hè, als hij eigenlijk concludeert dat de reden, ja. Dat is geen perfecte bron van kennis. De waarneming, de ervaring opgedaan via de zintuiglijke waarneming, is dat ook niet. Um, ja, dan moet je zeggen: ik, ik heb me soms vergist, misschien zelfs keer op keer. En dan moet ik dus eigenlijk mijn oordeel wantrouwen. Ik moet dus eigenlijk twijfelen aan de waarheid van mijn oordeel, van mijn bewering, van mijn overtuiging. En hij zegt: en het is nog één ding om, om vast te stellen. Dat je een dwaasheid hè, hebt gezegd of begaan. Dat is niet zo heel bijzonder. Hè, dat doen we allemaal wel eens. Uh, maar hij zegt, ik, ik kom eigenlijk tot het inzicht dat ik slechts een dwaas ben. En daar gaat het om. Hè. Dus hij zegt eigenlijk van ja, ik, ik kan mijn oordeel eigenlijk nooit vertrouwen. Uh, ik weet nooit of dat ik. Uh, hè, ik denk al dat ik de, de waarheid spreek, hè, maar dan heb je dus over overtuigingen, hè, ik, hè, die je in beweringen uitdrukt. Ik denk al dat wat ik zeg dat het waar is. Maar hoe weet ik het? En hoe weet ik het ook zeker? Hoe, hoe kan ik het ook rechtvaardigen? En daar zit het hem natuurlijk weer voor de scepticus. In dit geval dus Montaigne. Hij zegt: ja, Stel nou dat je een bepaalde overtuiging hebt, waarvan je dus denkt dat die waar is. Dan kan je de argumenten voorgeven. En dus je kan proberen te rechtvaardigen. Je kan proberen uit te leggen hoe dat je dat zeker weet. En ja, dan moet je natuurlijk. Uh, met een zo goed mogelijk argument komen. En eigenlijk moet dat een ander overtuigen en moet, moet het ook allemaal waar zijn. En nou, goed, hè, we hebben gezien de, uh, dat je dan in een regressie terecht kan komen, bijvoorbeeld. Maar hij zegt, je, je hebt dus argumenten voor je overtuiging. En je kan natuurlijk ook allerlei argumenten tegen je overtuiging bedenken. En je kan je bedenken dat, dat je in een virtual reality leeft, bijvoorbeeld, zou wij nu zeggen. Ja, nou ja, dus je, je kijkt met je ogen kijk je hè, de wereld in. Je denkt, nou, er is een fysische wereld. Uh, maar je kan ook bedenken, hè, dat is een argument voor. Ik zie nu uh, een microfoon boven mijn uh, beeldscherm hangen, bijvoorbeeld. Hey, dus die microfoon is er, ik heb een overtuiging dat daar een microfoon hangt. Maar ik kan net zo goed in een virtual reality zitten en dan bestaat die niet echt. Een argument voor mijn overtuiging dat er een microfoon hangt en een argument tegen. En. Ja, welke geeft nou de doorslag? Hè? Dus Montaigne zegt: ja, die kun je als het ware op een weegschaal leggen, zo'n ouderwetse balans, en die is dan ook in balans. De argumenten voor en tegen, ja, die wegen altijd net zo zwaar. Je kan altijd nog een argument bijverzinnen. Uiteindelijk zijn de argumenten voor en tegen een opvatting, die wegen net zo zwaar. En er is niets wat de doorslag geeft. Met andere woorden, elke overtuiging is betwijfelbaar. En dan zegt Montaigne vervolgens. Ha, nou weet ik dus dat ik niets weet. En dan komen we, hè, zo, zoiets zei Socrates natuurlijk ook, hè, zo zei, dat zeggen heel veel sceptici: Er is geen kennis mogelijk. Met andere woorden, ik weet dat ik niks kan weten, ik weet dat ik geen kennis kan hebben. Maar dat is natuurlijk een kennisclaim. Als je zegt, ik weet dat ik niks kan weten, dan weet je toch iets. Dus als je zoiets zegt als scepticus, dan spreek je jezelf feitelijk tegen. En Montaigne had dat gezien. En die had, uh, hij liet een medaille slaan, een medaillon slaan. Uh, met op de ene kant, uh, of, of met, met, met daarop dus een meegschaal die in balans is. Uh, om zijn scepticisme uh, uitdrukking te geven. En de conclusie liet hij daar ook op zetten. En de conclusie was niet: ik weet niks. Maar de conclusie was. Que sais-je. Wat weet ik? En dat is een vraag. En een vraag heeft natuurlijk geen waarheidswaarde. En als je zegt dat, dat, uh, uh, een, uh, dat kennis, en, en daarmee een kennisclaim, een, uh, een claim is op een ware en gerechtvaardigde overtuiging. En als je zegt: van ja, een vraag heeft per definitie geen waarheidswaarde. Kan dus niet waar of onwaar zijn. Ja, dan geef je wel heel sterk uitdrukking aan. Je scepticisme, waarin je dus niet eens wil zeggen dat je niks zeker weet. Want dan zou je dat zeker weten. En met een vraag maak je dus geen kennisclaim. Dus hij had op die medaille ook staan. sais-je? En daarmee schort hij dus elk oordeel op. Zelfs het oordeel dat hij niets zeker weet. Nou, dat maakt hem heel duidelijk tot een scepticus. En dat maakt hem daarmee ook iemand waar René Descartes zich tegen verzet. En want Descartes is geen scepticus, is een rationalist en probeert dus te laten zien dat de scepticus ongelijk heeft. En Montaigne is dan degene, of ja, de belangrijkste scepticus waar hij zich dan in die tijd tegen verzet. Dus nou, laten we nog heel even de inleiding met Descartes doen en dan uh, even pauze houden. En Descartes is de rationalist in het moderne debat. Volgende keer kijken we naar Locke, Berkeley en Hume. Dat zijn dan de empiristen die dus reageren op de kart. Dus, dus in die zin ook uh, een historisch overzicht. Uh, en Locke, Berkeley, Hume, dat zijn ook, dat is ook de volgorde waarin zij reageren. He, de kaart, uh, Fransman, het dus niet verwonderlijk dus dat hij op uh, Montaigne reageert, maar hij heeft wel veel in. Uh, of lang in Nederland gewoond. Hij kwam al uh, als jonge jongen, kwam hij al uh, even naar Nederland. En uh, toen hij wat ouder was, kwam hij hier uh, wonen. Hij heeft op heel veel plaatsen gewoond, onder andere in, uh, in Amsterdam en bij het Anne Frankhuis op de hoek, tegenover uh, de Westerkerk, staat nog een huis waar hij uh, daadwerkelijk gewoond heeft. Dus, uh, het, en in Utrecht staat ook nog een huis waar hij uh, gewoond heeft. Hij heeft dan ook zijn belangrijkste werken in Nederland geschreven en is ja. Uh, Vlak voordat hij uh, dood ging, ging hij naar Stockholm. Uh, als je naar zijn erfenis kijkt, dan zie je dat zijn geld ook bijna op was. En hij kon daar een baan krijgen uh, van koningin, uh, aan de vrouw van koningin Christina om haar uh, uh, les te geven. Um, maar ja, uh, hij is daar nog maar net een paar maanden en dan sterft hij aan een longontsteking. Dus in Stockholm heeft hij helaas uh, zijn werk niet voort kunnen zetten. Um, Descartes' werk is behoorlijk coherent. Als je al die boeken bij elkaar kijkt, dan zie je uh, dat het allemaal uh, samenhangt. En dat houdt dus in dat als hij over een bepaald onderwerp schrijft, dat hij vaak iets herhaalt wat hij ergens anders ook al geschreven heeft, omdat hij dat nodig heeft om over dit onderwerp wat meer te kunnen zeggen. He, dus als je over God schrijft, uh, over de verhouding tussen lichaam en geest, over ethiek, uh, over mentale stoornissen, heeft hij een heel boek geschreven. Um, uh, nou, wij zijn geïnteresseerd in epistemologie. Als hij daarover schrijft, dan verwijst hij vaak terug naar al die andere dingen. En we zullen dat vandaag ook zien. Uh, ik zal dat hier en daar dus aangeven. Uh, maar dan gaan we daar niet dieper op in. Uh, dus we gaan niet in uh, op zijn ethiek. Maar je zal wel zien dat als hij nadenkt over kennisleer. Uh, dat je dan ook al heel snel uh, bij een ethische component terechtkomt. Um, wat we. In, uh, wat we na de pauze zullen doen, is we zullen een aantal artikelen, een aantal van die principes uit de uh, principles of psychology, uh, uh, sorry, filosofie uh, bespreken. Uh, dat zijn dus ook psychologische principes, maar ik heb me hier wel, uh, dit is verkeerd natuurlijk. Uh, en dan uh, aanvullen met citaten uit ander werk. Uh, goed. Um, laten we even pauze nemen. Dat was mijn signaal dat ik pauze moest nemen. Laten we even pauze nemen. En daarna uh, naar de principles gaan kijken. Ja? Zie dus ik loop over een kwartiertje terug? Dan zet ik hem nu ook even af. Goed, laten we verder gaan. Laten we dus kijken naar de uh, principles of uh, philosophy, naar een aantal uh, artikelen. Een aantal van die principes die de karst bespreekt. Uh, en hij heeft het boek, hè, dat is wel uh, aardig om te weten, dat hij het uh, boek heeft opgedragen aan uh, Prinses Elisabeth van der Paltz, uh, De achterkleindochter van uh, Willem van Oranje. Uh, uh, en uh, nou ja, uh, hij uh, zegt in het boek dat zij de enige is die uh, al zijn eerdere werk als enige begrepen heeft. Uh, ik vermoed dat dat uh, wat overdreven is. Goed. Um, en laten we kijken naar wat hij uh, in die principes uh, allemaal zegt. Uh, ik, heb een ik heb de belangrijkste dingen uitgehaald, uh, die, die betrekking hebben dus op de epistemologie. Uh, dus hier en daar zien we dat, de, dat het inderdaad aan de ethiek verwant is, of uh, aan nadenken over uh, God, hè, theologie wordt het dan haast. Um, dus um, laten we kijken hoe dat hij Probeert eigenlijk de scepticus van repliek te dienen. Want daar gaat het om. Descartes verdedigt een rationalistische epistemologie. Uh, en moet dus op de een of de andere manier korte met te maken met de scepticus. En je zal zien, als je straks, ik weet niet hoe ver jullie zijn in de, in de, in de geschiedeniscursus. Uh, Miguel zal jullie ook uh, wat over Descartes vertellen. Die zal uh, uh, de meditaties doen. Dit lijkt heel erg op de meditatie. Want precies wat ik net zei is. Uh, Descartes heeft natuurlijk vaak zijn methode nodig, eerdere opvattingen nodig, eerdere delen van zijn theorie nodig om iets nieuws uit te leggen. En dit zijn de principes, uh, dus daar zet hij eigenlijk uh, een hele hoop dingen bij elkaar. Nou, hij zegt, als je de waarheid zoekt te achterhalen, dan moet je toch op zijn minst hè, uh, als waarheidszoeker eens in je leven uh, alles. Al je eerdere overtuigingen betwijfelen. Uh, hè, dus uh, als kennis dus een gerechtvaardigde en ware overtuiging is, en je wil kennis verwerven, dan wil je dus ware overtuigingen. En dan is de vraag: klopt het eigenlijk allemaal wel wat ik denk? En hij zegt: denk, denk daar zelf eens over na. En uh, in de principes is dat misschien nog wat uh, minder duidelijk dan in. Uh, de meditaties, de meditaties, dan nodigt hij de lezer echt uit om zelf te mediteren, om zelf die, gedachte, uh, die gedachtegang zich eigen te maken. En hij zegt dus: Nou, waar, waar zal ik eens mee beginnen? En dat zegt hij ook in, uh, in uh, zijn eerste boek, de, Over de Methode. En dan begint hij ook daarmee: Dan zegt hij: Ja, ik moet eigenlijk niets accepteren en niets voor waar houden. Als ik niet absoluut zeker ben dat het waar is. En dus ik moet eigenlijk niet een overtuiging zonder goede reden, zonder rechtvaardiging, voor waar houden. En dus ik moet proberen om overhaaste conclusies te vermijden. Uh, en nou ja, als ik dat allemaal doe, als ik probeer niets voor waar te houden waarvan ik niet zeker ben dat het waar is, uh, dan hoop ik uit te komen bij iets waar ik geen reden heb om eraan te twijfelen. En dus dat is wat hij probeert te doen in eerste instantie. Hij dus let erop dat Descartes meent dat kennis mogelijk is. Hij is geen scepticus, hij is een rationalist. Hij verzet zich tegen Montaigne. Hij zegt: Montaigne, je hebt het fout. Er is wel degelijk kennis mogelijk. Maar, en dat is wel chic, denk ik. Hij gebruikt de methode van zijn tegenstander. Dus hij begint met het gebruik maken van de methode van de tegenstander, de scepticus dus. En wat hij dus doet is. Hij zegt, ik heb een hele hoop overtuigingen. Echt heel veel. Ik denk van alles over de wereld. En ik denk allemaal dat het waar is. Maar, is het ook waar? Nou, laat ik eens gewoon kijken hoe ver ik kom met het betwijfelen van al mijn eerdere overtuigingen. Van al mijn overtuigingen. En misschien zit er dan iets tussen waar ik niet kan. Uh, waaraan ik niet kan twijfelen. En dat, ja dat zou dan natuurlijk fraai zijn. Want dan heb je iets waarvan je kan zeggen, ha... Dit is onbetwijfelbaar, dit is echte kennis. Dus daar is hij naar op zoek, naar echte kennis. En hij zegt, wat ik kan betwijfelen, he, artikel 2, wat ik kan betwijfelen, nou laat ik dat voorlopig voor, waar, uh, voor, uh, voor, voor onwaar houden. Dus hij zegt niet, het is onwaar, en dat zou een te sterke claim zijn, maar hij zegt, als ik aan een overtuiging kan twijfelen, he, ik kan betwijfelen dat die waar is, die overtuiging. Dan houd ik hem voorlopig ook als onwaar. Ik zeg niet echt dat hij onwaar is, want ik weet het eigenlijk niet. Maar ik ga vooral niet zeggen dat het waar is. Dus voorlopig beschouwen we, beschouwen we alle overtuigingen waaraan we kunnen twijfelen als onwaar. En dan zien we later wel, hopelijk, of ze nou wel of niet waar zijn. Dus, dus daar start hij mee. Maar. En ik denk dat dat wel interessant is en dat, dat je daar elkaar wel aan ziet. Dat, dat scepticisme alleen maar als een methode gebruikt. Hè, deze radicale twijfel is een methodisch of methodologische twijfel. Uh, hij zegt, this doubt, hè, deze twijfel, should not meanwhile be applied to ordinary life. Dus in het dagelijks leven moet je niet gaan lopen twijfelen aan van alles en nog wat. Hè, dat is louter een filosofische exercitie om erachter te komen... Welke van je overtuigingen daadwerkelijk waar zijn? Welke van je overtuigingen daadwerkelijk als kennis opgevat mogen worden? En dus hij gebruikt de methode van zijn tegenstander, de scepticus, in zijn filosofie, met natuurlijk als doel uiteindelijk uit te komen bij iets anders, namelijk bij echte kennis, die hij vervolgens natuurlijk weer kan uitbouwen. En want Descartes, vergis je niet, wij zien hem natuurlijk ook weer als een filosoof, maar het is net als met Aristoteles. Het was een allround wetenschapper. Descartes was een wiskundige, was een natuurkundige, was een bioloog. Uh, hij schreef over uh, hoe het koeienhart in elkaar zat, hoe het bloedsomloop werkte, dat soort dingen. Uh, dus daar wilde hij eigenlijk uh, kennis over verwerven, maar dat wilde hij wel doen op een filosofisch stabiel fundament. Uh, hij wilde wel zeker kennis kunnen hebben. Uh, en dit is denk ik ook interessant als je dit vergelijkt, wat hij hier zegt uh, met zijn eerdere werk in uh, de, de meditatie, hè, de meditatie. De kart is opgegroeid, bij, of opgevoed voor een deel door uh, de jezuïeten in La Flèche in Frankrijk. En uh, hè, dat waren uh, monniken. En die hadden natuurlijk zes dagen werk, en dan de zevende dag was rusten. Dus de kart heeft een boek geschreven met meditaties. Ja, dat zijn er natuurlijk zes, voor elke dag eentje. En dat houdt in dat aan het einde van elke meditatie, van elk hoofdstuk zou je kunnen zeggen, ja, is de dag voorbij. Dan moet je gaan eten en naar de wc en gaan slapen. En dan heeft het geen zin om daadwerkelijk te twijfelen. Je moet dan niet gaan twijfelen van, bestaat mijn bed wel? Of als ik mijn boterhammen opeet, of als ik mijn brood opeet, is dat dan wel voetgaan. Dus de karst zegt, ja, aan het einde van de eerste meditatie, dan twijfelt hij aan zo'n beetje alles. En dan komen we zo meteen, zullen we zien, hoe dat het dan precies uh, werkt. En hoe dat je bij die radicale twijfel aan alles uitkomt. Dan zegt hij: Ja, maar in de praktijk twijfel ik natuurlijk aan een hele hoop dingen niet. Hè, dus uh, dat komt natuurlijk ook omdat Descartes al weet waar hij aan het einde van de principes, aan het einde van de meditatie, uh, bij uitkomt. Hè? Hij weet al dat hij bij echte kennis uitkomt. Hè? Hij, hij weet al dat hij een rationalisme kan verdedigen. Dus hè, zo val ik vanzelf weer terug in mijn oude mening aan het einde van de dag. Hè, als ik even stop met mediteren, dan twijfel ik weer niet. Hè, dan handel ik gewoon in de wereld en ga ik gewoon eten, drinken naar de wc en slapen. Dus nou, hoe zit dat nou? Hè? Wat zijn nu de redenen om aan al die eerdere oude overtuigingen te twijfelen, waar hij dus in de praktijk niet echt aan twijfelt? Hè, dus het is een methodische twijfel. Het is de methode van de scepticus, maar zeker niet Descartes' eigen methode. Hij gebruikt de methode van zijn tegenstander. En ik zeg altijd dat is chic, omdat je dan je tegenstander zo sterk mogelijk maakt. Als je dus met die methode meegaat, zegt: Ja, je hebt gelijk. Hier kan ik ook aan twijfelen. En dus is het geen kennis. Ja, en dit is ook betwijfelbaar. En dus is het geen kennis. En dit is ook betwijfelbaar. En dus is het geen kennis. Dan loop je het risico dat je all the way he, helemaal met die, met die scepticus mee moet gaan. En moet zeggen: Ja, que sais-je. En dat je uiteindelijk ook niet weet. Eh. Uh, hij ook niets, niets, niets meer zeker weet en zelfs dat niet. Ja. In artikel 4 zegt hij: The reasons for doubt concerning the things that can be perceived by the senses. He, dus hij heeft iedere keer zo'n artikel en dan leg je het vervolgens uit. En wat hij hier eigenlijk doet, is korte met te maken met empirisme. He, met de zintuiglijke waarneming die leidt tot ervaringen, om dat als bron van kennis te nemen. En dus het gaat hier ook weer om. Ik heb een overtuiging die moet waar zijn. En ik moet zeker weten dat het zo is. Ik moet er een rechtvaardiging voor kunnen geven. En dan zegt hij: Ja, waarom zou ik iets of iemand vertrouwen die mij ooit bedrogen heeft? Ook al is het onopzettelijk. Er zijn leraren in La Flesche die vertelden dat Aristocles in zo'n beetje alles gelijk had. Nou, dat had, dat had Aristoteles niet. En Descartes had dat als jonge jongen al door. Die had als jonge jongen al door. Niet alles wat Aristoteles te vertellen heeft klopt. Dat is niet allemaal waar. Zijn leraren dachten van wel. Waren dat nou leugenaars? Nee, dat waren geen leugenaars. Dat waren mensen die dingen vertelden waarvan ze dachten dat het waar was, maar van, waarvan we nu zeggen: ja, dat is niet waar. En ze vergisten zich. En dus er is een verschil tussen een onwaarheid vertellen en dat opzettelijk doen. Dan ben je een leugenaar en het per ongeluk doen. En dan ben je misschien uh, zelfs een hele goede wetenschapper of een hele goede leraar. Uh, maar de kart twijfelt dus aan wat zijn leraren hem verteld hebben. Hey, want als ze je, je één keer een fout hebben verteld, waarom zouden ze dan in een andere opvatting wel correct zijn? Hetzelfde met je zintuigen. Als je zintuigen je ooit bedrogen hebben, waarom zouden ze... En je bent erachter gekomen. Of je moet zeggen, ik weet niet in welk van de twee gevallen mijn zintuigen me bedrogen hebben. Hij geeft zo'n voorbeeld van de toren. Hij staat aan het begin van een bospad en in de verte ziet hij een toren. En die lijkt zo klein te zijn. Hey, dus als je zo staat op het bospad, dan kijk je zo, oh, heel klein, heel klein torentje. Ah, en dan kom je daar... In de verte, als je dat hele stuk gelopen hebt, ben je bij die toren. En dan lijkt die hartstikke groot te zijn. En ook als je naar het bospad kijkt, op het begin is het bospad is, is drie meter breed. En lijkt het bospad bij de toren maar heel smal te zijn. Nou, dan ben je bij die toren, is daar. Zie je, zie je neem je met je zintuigen waar, dat het bospad daar heel breed is. En aan het begin, waar je net vandaan komt, kijk je, je kijkt om, dan zie je dat het daar maar drie centimeter breed is. Ik heb allemaal vliegtuigen over. Oh, ik weet niet of jullie dat kunnen horen. Dat maakt een hele hoop herrie. Um, dus de kaart zegt, ik, hè, als hij aan het begin van het bospad staat, lijkt aan het einde van het bospad het pad smal en andersom. Um, en minstens in een van de twee gevallen hebben mijn zintuigen me bedrogen. Ja, hoe kan ik nou mijn zintuigen nog langer vertrouwen? En daarmee maakt hij dus eigenlijk korte metten met empirisme. Want die zegt, ja, je, je kennis doe je op via de zintuigelijke uh, waarneming. Dus dat streept hij af. Hij streept zijn leraren af. Als bron van kennis. Hè? Uh, dus ja, dat is allemaal geen bron van kennis. Dus alles wat hij op school geleerd heeft, <laughs> dat, daarvan zegt hij: ja, dat is allemaal betwijfelbaar. Alles wat ik ooit gezien heb en waar ik overtuigingen op ge over gevormd heb, al die overtuigingen die zijn betwijfelbaar en kunnen, kan ik dus niet als kennis tellen. Die zie ik voorlopig maar even als onwaar. Dan zien we later wel of we erachter komen dat ze wel waar zijn. Maar voorlopig beschouw ik het allemaal. In ieder geval niet als kennis. En de kaart gaat nog verder. Hij gaat echt heel ver. Hij zegt zelfs in de wiskunde, uh, zijn er bewijzen uh, die voor mij evident zijn, waarvan ik toch nu moet zeggen, dat ik ze kan betwijfelen. En dat is ook voor Descartes het meest radicale een beetje wat hij kan bedenken, want hij had een groot respect voor de wiskunde. Hij was ook wiskundig. Het idee van een x-as en een y-as en dat je daarin dingen uiteen kan zetten, dat komt van Descartes. Um, en hij zegt: Ja, eigenlijk is de wiskunde is het model voor de wetenschap. Want wat doe je in de wiskunde? Je hebt axioma's onbetwijfelbare uitgangspunten. Daar zit het hem in, onbetwijfelbare uitgangspunten. Door, door twee punten kan precies één rechte lijn. Zo, zo dat is een axioma, en dat, dat kun je uh, niet betwijfelen. Uh, nou, als je dat soort axioma's bij elkaar neemt, dan kan je daar de rest van de, uh, van de wiskunde uit afleiden. Dat is een beetje het idee. En zo zou je dan met de rest van de wetenschap ook willen doen. Je wil onbetwijfelbare uitgangspunten hebben. En dan wil je daar de rest van je kennisbouwwerk op opbouwen. En Descartes uh, is in die zin een funderingsdenker. En je wil een fundering hebben. Net als bij een flatgebouw of een, of een ander gebouw. En die fundering moet goed zijn, want daar, wil, daar ga je de rest op opbouwen. Daar bouw je je kennis, je wetenschap op op. En als je fundering rot is. Ja, dan, dan, is, dan stort uiteindelijk dat kennisbouwwerk in. En, en later bij uh, andere filosofen zoals Locke, Berkeley en Hume vind je ook zo'n funderingsdenk. Hè. Dus je, je, je begint met een fundament en daar, vanuit daaruit ga je verder. En hij is dus eigenlijk met die methode van de radicale twijfel op zoek naar dat fundament. Hij zoekt naar iets wat hij niet aan kan twijfelen en waarvan hij dan dus kan zeggen dat dat zeker een kennis is. En dan zou je denken, nou 2 en 2 is 4 is wel een hele goede kandidaat. Hoe kun je daar nou toch aan twijfelen? En hoe kun je dus nou aan wiskundige waarheden twijfelen? En dan zeg je, ja, maar ik kan het me voorstellen. dat er een evil demon, een malijgenie, een kwaad of boze demon is die de wereld, die, die, die aan mij een wereld voorhoudt die er eigenlijk niet is. En dus ik denk dat ik dat ik uh, 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 hier, hè, de karter als hij dat boek schrijft... Die, die zegt, ik denk dat ik hier bij de open haard zit te schrijven in een boek... Maar misschien lig ik wel in bed. Of... Hij zegt, ja, misschien lig ik wel niet eens in bed. Misschien is er wel geen bed. <laughs> misschien heb ik wel geen lichaam. En dus hij zit eigenlijk als het ware in een soort mentale virtual reality. Mogelijk. Gecreëerd door een almachtige boze demon. Een soort god, maar dan slecht. Hè, een duivel. Uh, die zou de baas van de wereld zijn. De, de, hè, de wereld gecreëerd hebben... En de karst denkt dat er andere mensen zijn, maar die zijn er niet. Hij denkt dat er een fysische wereld is, maar die is er niet. Dat houdt hij allemaal voor mogelijk. Hij zegt: Ik kan er aan twijfelen dat er een fysische wereld is. En dat houdt dus in dat zijn overtuiging dat er een fysische wereld is, want dat denkt de kart natuurlijk wel. Hè? Hij denkt wel dat er een fysische wereld is, maar dat is een overtuiging. En het is geen kennis, want ja, hoe weet hij nou zeker dat het waar is? Er zou toch een boze demon kunnen zijn. En die boze demon, je kan hem ook voor de gek houden dat 2 en 2-4 is. Want hij zegt: ja, ik zie dat wel, die, wel in. Ik denk wel dat het evident is dat 2 en 2-4 is. Maar, en daar komt dus de zijn wiskundige achtergrond op te proppen. Hij zegt: ik heb in het verleden heel vaak hele complexe wiskundige problemen proberen op te lossen. En die, die hingen mensen ook bij, de, bij, bij stadspoorten en zo. Hè? En dus hij is een keer in Breda geweest en daar ging dan ook een wiskundig probleem aan de poort getimmerd en dat, dat, dat ging hij dan oplossen. Uh, dat dus waren hele moeilijke wiskundige problemen en hij zei, ik heb soms wiskundige problemen opgelost. Dat wil zeggen, ik dacht dat ik ze opgelost had en ik was echt absoluut van overtuigd dat ik gelijk had en toen bleek later toch niet te kloppen. Dus... Hoe kan ik er dan zeker van zijn dat 2 en 2 is 4 klopt? Want dat is een oplossing voor een ogenschijnlijk eenvoudig probleem. Maar misschien is het niet zo eenvoudig als dat ik denk. En dus ik kan, ik, René de kaart denken dat 2 en 2 is 4, dat het klopt. Maar misschien is er een boze demon die mij dat laat denken. Die mij laat denken dat dit een eenvoudig probleem is, waarvan eh, de oplossing evident 4 is. Maar misschien is het 9 eh, en 3 kwart of iets dergelijks. Hey, wie zal het zeggen? Dus, en dat houdt in dat Descartes twijfelt aan zo'n beetje alles. Dus nu lijkt hij met de methode van de scepticus, met de methode van Montaigne, zo ver mee te moeten gaan uh, dat hij bijna niks meer zeker weet. Nou, uh, en dan moet je dus eigenlijk ook, zegt hij, niet meer instemmen met allerlei overtuigingen, met allerlei beweringen. En hier zien we ook, uh, daar gaan we dan verder niet op in, maar ik wil jullie wel even op wijzen dat, dat het er voor de kart zo werkt. Daar komen we zo meteen nog wel heel even op terug hoor. Maar, uh, maar dan wordt het weer meer theologie in plaats van ethiek. Uh, de kart die gaat ervan uit dat we vrije wil hebben en dat je dus kan instemmen met een bewering. Met andere woorden, je kan ja of nee tegen een bewering zeggen. Je kan zeggen ja, ik, ik weet dit of nee, ik weet het niet. En als je iets niet zeker weet, moet je eigenlijk zeggen nee, ik weet het niet zeker. Want je hebt de vrije wil om dat te doen. En als je dan toch ja zegt, ja ik weet het zeker. Dan loop je dus het risico dat je een fout maakt. En dan ben jij daar verantwoordelijk voor. Want jij hebt gezegd, ja ik weet het zeker. Hè? Our assertion, dus het toestemmen, het instemmen. Uh, met iets wat betwijfelbaar is. Ja dat dien je dus eigenlijk niet te doen. En in die zin gaat hij tot, tot nu toe heel erg mee met Montaigne. Die zegt, je moet je oordeel opschorten. Als je het niet zeker weet, moet je het opschorten. Dan moet je, moet je geen uitspraak doen. Ja of nee. Ik weet het of ik weet het niet. Nee, dus, dus je moet dan zeggen. Ja, wie zal het zeggen? Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad. Um, dat staat fout in het uh, rooster. Ehm. Um, Ja, dus hij zegt: je moet niet instemmen met dingen die je uh, niet zeker weet. En, en daar ben je vrij in. Je, 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 je kan dus kiezen om in te stemmen met iets waarvan je niet zeker weet dat het waar is. En als je dan fout zit, ben jij verantwoordelijk. Goed, dus de kaart zoekt dus naar zekere kennis. Dat is waarom dat hij dit allemaal doet. Um, en dan komt hij natuurlijk uiteindelijk, hè, dat wist hij natuurlijk van tevoren, hè, maar hij komt uiteindelijk bij dat punt uit. waar je kan zeggen: hier kan je niet meer aan twijfelen. Dus hij gebruikt die methode van zijn tegenstander, van de scepticus. gebruikt die dus eigenlijk om bij zo'n fundament uit te komen. Hij gebruikt dus eigenlijk om zijn oude bouwwerk van overtuigingen af te breken. en datgene over te houden wat daadwerkelijk kennis is. En dan zegt hij: dat is. Kennis van je eigen bestaan. Want op het moment dat jij denkt, dat je, hè, als je gaat twijfelen aan. Uh, jouw eigen bestaan. dan denk je dat je mogelijk niet bestaat. Maar om te kunnen denken dat je niet bestaat. mogelijk niet bestaat, ja, moet je natuurlijk bestaan. En dan zeg je dus: ik denk ik ben. dat moet waar zijn telkens wanneer ik dat denk. Hè, cogito ergo sum. Een van de de meest beroemde slogans uit... de westerse filosofie, denk ik. En het interessante hiervan voor Descartes is... dat de scepticus dit ook zou... moeten accepteren. De scepticus wordt dus eigenlijk door Descartes uitgedaagd... om deze gedachtegang mee te... voltrekken door te zeggen... Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Ik, de scepticus, kan... ook twijfelen aan wat mijn zintuigen aan kennis opleveren. Dat moet ik eigenlijk zeggen dat dat geen kennis is. En dat doe ik ook. Hè? De scepticus die gaat daarin mee. En de scepticus zal ook zeggen: ja, mijn leraar, ja, die hebben wel eens onwaarheden verteld. Dus dat is ook niet de bron van kennis. Dus die kan helemaal meegaan. En de kracht zegt dan eigenlijk: ja, dan nou moet je dan ook die volgende stap maken. dat als jij, scepticus, twijfelt aan jouw bestaan, dat jij, de scepticus, dan moet denken dat je mogelijk niet bestaat. Ja, en dat kan je natuurlijk alleen maar doen als je zelf denkt. Als je dus bestaat. En op deze manier heeft hij dus een fundament gevonden. waarbij hij uh, iets heeft. Het is heel minimaal, want verder heeft hij eigenlijk niks meer over. van zijn oude overtuigingen. Maar hiervan moet hij zeggen: ja, dit is toch echt kennis. Dit weet ik zeker. Ik weet zeker dat ik besta. telkens wanneer ik dat denk. Op elk moment dat ik dat denk. Dus de scepticus zou dat ook moeten accepteren. En in die zin. Is een scepticus dus verslagen, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat heel veel mensen het hiermee eens zullen zijn. Je van ja, ja ik, ik kan inderdaad niet, hè, ik, de lezer, de denker, kan dus inderdaad niet twijfelen aan uh, uh, het eigen bestaan. Want op het moment dat je dat doet, zie je meteen in, ja, hè, daarvoor moet ik natuurlijk bestaan. Het um, is dus de karakter, ik denk, dus ik ben. Nou, uh, dan gaat hij vervolgens even uitleggen wat hij onder denken verstaat. En dat is wel belangrijk om even, even bij stil te staan. Um, hij bedo bedoelt hier eigenlijk elke mentale gebeurtenis in onze geest mee. Dus we zijn, we zijn geneigd om uh, een, een gedachte als een soort van propositie te zien. Uh, dus uh, een soort zinnetje, uh, de betekenis van een zin. Uh, dus. Uh, uh, misschien zelfs iets talings of een representatie of iets dergelijks. Uh, dus een, een, uh, dat, dat je zegt van, nou, wat, wat hè? Of staan we onder denken? Nou, de verzameling van gedachten. Maar de zintuiglijke ervaringen vallen uh, bij de kaart ook onder denken. Dus denken staat bij hem eigenlijk meer voor mentaal of psychisch of iets dergelijks. Hè? Emoties vallen eronder, uh, de wil valt eronder en in sommige andere analyses. Uh, Vallen zijn duidelijke ervaringen, emoties en de wil bijvoorbeeld niet onder gedachten. Of uh, uh, die vallen niet onder denken. En bij Descartes is dat wel. Dus eigenlijk gewoon alle mentale toestanden um, die je mag hebben, die vallen bij Descartes onder uh, denken. En daarom kan die vervolgers, daarom is het ook heel raar als die vervolgens zegt dat dieren niet kunnen denken. Want dan bedoelt hij ook bijvoorbeeld mee pijn. He, dus uh, niet alleen een, een, een gedachte, en, uh, zoals wij die hebben in taal, maar uh, ook um, he, het kunnen hebben van pijn. Dat is, dat is eigenlijk ook denken, dat valt ook onder het mentale. En de kerst zal zeggen: ja, uh, dieren hebben geen mentaal leven. Die hebben, die hebben he, dus geen gedachten, maar die hebben dus ook, kunnen ook geen pijn ervaren. Ze vertonen wel een bepaald gedrag. Als je een hond schopt, gaat hij er wel vandoor. Uh, met hij staart tussen de benen en dan denken we misschien dat hij pijn heeft, maar dat is niet zo voor de kaart. Um, en die gedachten, dus die mentale toestanden, die zouden volgens Descartes kunnen bestaan. Uh, in, uh, he, in je ziel, in je geest, die onafhankelijk van je lichaam kan bestaan. Dus hij zegt van ja, ik heb misschien niet eens een lichaam, he, dat betwijfelt hij. Maar als je dan bestaat, dan besta je in ieder geval als denkend ding. Of je dan ook nog een lichaam hebt, dat is punt twee. He, maar hij is dus een denkend iets. Meer kan hij dan eigenlijk niet zeggen, hè? En met denken bedoelt hij dus ook iets, een, 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 een ding dat emoties kan hebben en uh, geur, kleuren en smaken kan ervaren en dingen kan willen. Um, maar kan hij nou nog meer weten? En dus hij weet nu dat hij bestaat, maar hij heeft, doordat hij die boze demon-tentonelen gevoerd heeft, heeft hij um, het probleem dat zolang die tentoneel is, hè, zolang, die, uh, zolang dat een optie is, dat die, dat die er is. Uh, is het probleem dat de kaart eigenlijk verder geen andere kennis kan hebben? Want de boze demon die zit zo in elkaar, die heeft de wereld zo in elkaar gezet, dat de kaart denkt dat 2 en 2 vier is, terwijl dat mogelijk hè, niet zo is. Dat de kaart denkt dat hij een lichaam heeft, terwijl dat niet zo is. Dat de kaart de overtuiging heeft dat hij bij de open haard zijn boek zit te schrijven, terwijl dat niet zo is. Hij denkt dat er andere mensen zijn, terwijl dat niet zo is. En dat is. Eigenlijk de virtual reality die die boze demon heeft gecreëerd. Ge en dus moet de kaart op de een of de andere manier van die boze demon af. En dan zegt hij, ja, als ik nog meer kennis wil hebben, dan hangt dat eigenlijk allemaal af van de kennis van God. Want wat hij dus moet doen, is hij moet van die kwade demon af, van die boze demon af, en die moet hij eigenlijk door een goede demon vervangen. Een goede demon die hem niet voor de gek houdt. Ja, en dat is natuurlijk God. En dus heeft hij een godsbewijs nodig. Want anders, als hij die, als die niet... Uh, kan bewijzen dat God bestaat... dan bestaat mogelijk die boze demon... en kom je dus niet verder dan... ik denk, ik ben... en verder weet ik niks. Dus dan is de scepticus verslagen... maar wel op, de hele minimale, op een hele minimale manier. Je, je hebt eigenlijk maar één... Dingetje van kennis, namelijk ik besta, dat weet ik zeker, en verder weet ik niks zeker. Verder ben je scepticus. Uh, nou, waar het nu dus om gaat, is dat de Descartes met een godsbewijs moet komen. En ik denk dat de meesten van ons niet in zullen stemmen met het godsbewijs, dat, nee, ik denk dat de meesten niet van overtuigd zullen zijn. Oh ja, ja, nee, dat klopt. En, en, nou, geloof ik voortaan ook in God als je dat eerder niet deed, of je zegt, van, ja, zie je wel, ik heb altijd gelijk gehad, um, nou, als je al in God gelooft. Uh, waar het nu om gaat is dat, is dat hij die strategie toepast en, en waar dat dan dus toe leidt hè, in zijn epistemologie. Hij zegt, en dit is een argument, hè, het bestaan van God is geldig, hè, dat kun je geldig afleiden, uit het feit dat noodzakelijk gezien het bestaan van God besloten zit in ons concept van God. Dus hij zegt... Ik, eh, ik ben een denkend ding, ik ben een geest, ik ben een ziel. Verder weet ik niet zoveel, maar ik tref in mij wel allerlei concepten aan. Eh, ik, ik, eh, ik heb allerlei overtuigingen en daarvan wil ik weten dat ze waar zijn. Maar in, eh, een van die eh, concepten, een van die dingen die ik denk, een van de dingen die ik in mijn geest aantref, is het concept van God. En dat concept bevat dat het een absoluut perfect wezen is. En dan zijn er verschillende manieren hoe dat hij dan redeneert. Ik geef er hier, hier eentje, die hij in dit stuk van, uh, van het boek doet. boek geeft. Hij zegt: Ja, iets wat volmaakt is, bezit natuurlijk alle volmaakte, alle goede eigenschappen. En bestaan is zo'n goede eigenschap. En dus moet God wel bestaan. Nou. Hey, dit is het, het ontologisch godbewijs, wordt het, wordt het genoemd, hey, van het Griekse toon, uh, wat uh, net als to be in het Engels zijn betekent. En, en heel kort door de bocht is ontologie de leer van wat er allemaal bestaat. Dus dit gaat over een, uh, hey, dus een, een godbewijs dat laat zien dat God moet bestaan. En dat vinden we al veel eerder in de, in de filosofie terug hoor. Uh, bij uh, Anselmus vind je dat terug. Hè. God, God is datgene uh, groter of perfecter, dus, uh, waarvan waar, waar, waar je niks kan denken. Uh, bestaan, hè, hier zie je het ook, hè, bestaan is groter perfecter dan niet bestaan. En dus ja, als zoiets absoluut perfect is, en ja, de absolute perfectie moet bestaan, want bestaan is perfecter dan niet bestaan. En dus als God de absolute perfectie is, dan moet God wel bestaan. Ja, en dan heb je. God bewezen, Het bestaan van God. Nou, ben je er nog niet, want God zou dus eigenlijk nog die malage niet kunnen zijn. En dan zegt Descartes: ja, nee, wacht even, maar om dezelfde reden moet hij ook goed zijn. Want ja, God is perfect. Dat zit in het concept wat ik in mezelf aantref. In, in bedrog schuilt imperfectie. In niet goed zijn. Uh, schuilt imperfectie um, en dat houdt in dat God ons dus niet zal bedriegen hè? want God bestaat en God is perfect en dus goed is geen bedrieger dus God is goed, God is geen bedrieger en dan volgt, en dat heb je in de zesde meditatie wat, wat helder opgeschreven dan in de principes um, dan volgt dus dat hij weer kennis kan hebben He, dus omdat God geen bedrieger is, is het duidelijk dat hij niet door zichzelf he, al die ideeën in mij geplant heeft, die ik heb van, van de fysische wereld. He, ik, ik, ik zeg wat ik net geef, dat voorbeeld van de microfoon wat hier hangt, of van, van een, een flesje water, of uh, een brood. He, dat zal ik dacht ook hebben gehad, het idee van een brood. Hoe kom je daar nou aan? Komt dat van God? Nee, komt dat door een bemiddelend schepsel? Nee, ook niet. Uh, hij zegt, die dingen moeten van de dingen zelf komen. Want als God de wereld zo in elkaar zet. dat die dingen niet van. dat, dat mijn concepten van de ideeën. Hè, dus mijn concepten. Uh, van de dingen, sorry. de concepten van zoiets als een brood. dat dat niet van een brood komt, dan is God eigenlijk een bedrieger. Als je mij laat denken. dat ik kennis heb. van een brood. en dat het afkomstig is van een brood of van broden terwijl dat niet zo is, dan is God een bedrieger en omdat God geen bedrieger is, kan ik nu ook zeggen ha, maar dat soort concepten die verwijzen naar de fysische wereld komen van de fysische wereld da, dus daarom hè, bestaan de lichamelijke dingen de fysische dingen en lichamelijk wil gewoon zeggen fysisch hè, dus, uh, dat, het hebben van uh, plaats in de ruimte hè, dat wordt een, een lichaam genoemd, hè. Dus Een steen is een lichaam, en dat heeft hoogte, lengte en breedte hij heeft drie dimensies Um. He, dus de ideeën van de lichamelijke dingen komen van de lichamelijke dingen. Het idee van een brood komt van een brood. Het idee van een steen komt van een steen. Het idee van andere mensen komt van andere mensen die bestaan. En het idee van sneeuw komt van sneeuw. En dan kan je dingen gaan doen als sneeuw onderzoeken. Wat Descartes ook gedaan heeft. Hij heeft een heel boek over meteoren geschreven. Meteoren zijn dingen die uit de lucht komen vallen. Zoals hagel, regen en sneeuw. En daar heeft hij gewoon onderzoek naar gedaan. En dan zie je, ik hoop dat je dat hier ziet, dat Descartes dus wel een rationalist is. Het is heel duidelijk dat dat principe, cogito ergo sum, dat dat een met zijn reden bedacht principe is. En we zullen daar zo meteen nog heel even verder op ingaan: dat het dus inderdaad uh, een rationalist is. Maar hij is wel een stuk gematigder dan Plato. Hè. Bij Plato is uiteindelijk alle kennis ingeboren. En bij Descartes is wel wat ingeboren. Hè. Het concept van God, dat kan ook niet van, van dat heeft hij niet gezien, hè. hij heeft het niet gezien. Hij heeft God ook niet uh, uh, op, een, op, een, op een andere manier uh, waargenomen, als spiritueel wezen of iets dergelijks. Uh, hij heeft hem ook niet bedacht. Het concept van God heeft hij ook niet bedacht. Want Descartes zegt: Ik ben een imperfect wezen en ik heb het concept van perfectie in mij. Dus dat moet van een perfect wezen komen. Dat moet dus van, van God zelf komen. Dus er zijn ingeboren ideeën bij Descartes, die God eigenlijk in hem heeft gezet. Maar zoiets als het idee van een brood. Dat heeft hij gewoon uit de zintuigelijke waarneming. En dus hij is veel gematigder in dat nativisme dan Plato, maar hij heeft wel degelijk ingeboren ideeën. En een ander ingeboren idee bijvoorbeeld is dat van een driehoek. Een echte driehoek kan je natuurlijk helemaal niet zien. En niemand heeft een perfecte driehoek gezien. Een driehoek is altijd, hè, als je een driehoek op een scorebord schrijft, tekent, dan zie je dat nou dat bibbert. Maar zelfs als je een driehoek maakt met uh, een computer. Uh, in high definition, dan is die driehoek nog niet perfect. Uh, dus uh, in die zin is het idee van een driehoek ook iets wat ingeboren is, zegt de kaart. Oké, okay. um, dus de, de kaart kan dus nu, en daar gaat het natuurlijk om, uh, kan dus kennis hebben, ook over de fysieke wereld. En uh, als je dan fouten maakt, zegt hij, dan komt dat door onszelf. Dan heb je je verstand niet goed gebruikt. Uh, we hebben dat net, net ook al gezien, dus je hebt de vrije wil, je hebt de wil om in te kunnen stemmen met een, met een overtuiging, een bewering die onjuist is, als je dus niet goed nadenkt, En dan kan je dat doen, dan heb je zelf besloten om dat allemaal niet, niet goed genoeg te doen, uh, en dan moet je niet zeggen, ja, maar, maar God, uh, die heeft dat allemaal zo mekaar gezet. Nee, jij bent zelf verantwoordelijk, fouten komen van ons, en, dit is ook iets dat kun je, daar kun je hele colleges over doen. In die tijd, in, uh, in de 17e eeuw, ook in Nederland, was daar een heel debat, niet alleen onder katholieken, maar ook en uh, misschien wel vooral onder de verschillende groepen protestanten, uh, waarbij het ging over hoe zit het nou toch met het slechte, met het kwaad, wordt het dan natuurlijk genoemd, in de wereld. Als God de wereld gemaakt heeft, God ook alwetend is en God goed is. Hoe kan God dan een wereld maken waarin ellende is? Want dan weet hij toch van tevoren dat eh, als ik iemand zou gaan vermoorden, dan weet God toch al van tevoren dat ik, eh, hij maakt mij, en dan weet hij toch al van tevoren dat ik iemand ga vermoorden. Hoezo ben ik dan verantwoordelijk voor die moord? En is God niet eigenlijk de, de originele bron van het kwaad? Nou, dat kan je natuurlijk uh, uh, niet hebben. Je wil natuurlijk niet dat God, uh, dan kom je in contradicties natuurlijk. Hè? God is de absolute perfectie, is absoluut goed, maar is ook de bron van alle kwaad. Nou... De kracht neemt daar in ieder geval stelling in in dit debat. En zegt: God is geen bedrieger. Fouten komen van ons. Als je iets onethisch doet, ligt dat aan jou, ben jij verantwoordelijk? Uh, ah, ja, de, de vraag van Job: daar komen we nu aan. We nu aan. Uh, hè, waar het nu om gaat, is dat je die strategie ziet. Je hoeft het niet eens te zijn met het, met het godsbewijs, maar dat je snapt hoe dat hij dat doet. Hè? De kaart gaat met Montaigne mee. Hij zegt: Ik maak mijn tegenstander zo sterk mogelijk. Ik betwijfel alles wat ik eerder dacht. En dan komt hij erbij uit uh, dat hè, zelfs als er een boze demon is, die boze demon hem niet kan laten denken dat hij niet bestaat. Dat moet dus kennis zijn. Hij moet dus kennis hebben van het feit dat hij bestaat. Hè? Ik besta is dus een overtuiging die de kracht heeft, die is waard en die is gerechtvaardigd. Um, nou, hij moet als hij meer kennis wil hebben van die boze demon af, en dat doet hij dus via het Godverwijs, dan zegt hij god is goed en dus is het mogelijk, mogelijk om meer kennis te verwerven. Kennis over de fysische wereld, kennis over sneeuw en regen en hagel en over hoe de bloedsomloop gaat. En als we dan fouten daarin maken, dan ligt dat aan ons. Dus hij zegt niet, hè, alles wat we dan meteen waarnemen is ook, uh, dat le levert ware overtuigingen op en je moet die goed ontpassen, je moet goed je verstand erbij houden. Uh, maar, hè, hoewel we misschien niet met het godsbewijs eens zijn, snappen we nu wel hoe dat die via die radicale twijfel uitkomt bij uh, het ik denk ik ben, en dat die dan vervolgens van die boze demon af moet. En nu komen we bij het punt uh, wat Job in de chat vraagt, of opmerkt, um, uh, hoe weet Descartes dit dus nu allemaal? Hoe weet hij dat allemaal? En dan zie je dat hij duidelijk een tweede methode gebruikt. Hij is begonnen met die methode van zijn tegenstander, hein, die twijfel, die methodische twijfel, de radicale twijfel van de scepticus. Dat is natuurlijk niet wat Descartes wil. Descartes is geen scepticus, hij is een rationalist. En nu vervangt hij dus die methodische twijfel door. Van de sceptische twijfel door een rationalistische methode. Hij zegt: Hoe weet ik dat nou? Nou, hij zegt: Hoe weet ik nou dat ik denk, ik ben, ik ben waar is telkens wanneer ik dat denk? Hij zegt: Dat zie ik helder en duidelijk in. En dat, als rationalist, kan je zoiets natuurlijk gaan beweren. Of andersom, misschien, als je zoiets beweert. Maak je dat tot een rationalist? Hoe weet je nou dat het zo is? Want ik, ik denk wel dat de meesten van ons het ermee eens zullen zijn. Dat telkens wanneer je ik denk, ik ben, denk, dat, dat, je ziet, dat je inziet dat dat waar is. En dat heb je natuurlijk niet met je zintuigen waargenomen. Dus dat moet wel iets van je verstand zijn. En hij zegt: Oké, okay. uh, en in dit stuk van de tekst verwijst hij ook zelf naar zijn eerdere boek, De Meditaties. Hein? Daar legt hij dat helemaal, uh, uh, de... helemaal uit. En in de principes uh, vat hij dingen vaak samen. Uh, en Miguel Agler, die zal jullie daar in de gezieniscursus uh, uh, zal wat meer over de meditaties vertellen. Um, hij ziet het helder en duidelijk, of helder en onderscheiden, of wel onderscheiden in. En wat hij dus nu doet, is hij zegt: Ik vervang de methode van de radicale twijfel, waarbij hij eigenlijk zijn oude kennisbouwwerk helemaal afbreekt. Vervangt hij die methode, hij zegt: Nu, nu ben ik bij dat cogito ergo sum. Ik denk ik ben. Hoe weet ik dat dat waar is? Dat zie ik helder en duidelijk in. Aha. Aha. Dus alles wat ik helder en duidelijk in zie, dat moet waar zijn. En dus dat wordt de manier waarop hij zijn, zijn overtuigingen gaat rechtvaardigen. En dan zegt hij dus: Ik zie helder en duidelijk in dat God moet bestaan, want God. Ik tref in mijzelf dat concept van God aan. En dat kan alleen maar van een perfect wezen komen. En perfectie, of bestaan is beter, is perfecter dan niet bestaan. Dat ziet hij allemaal helder en duidelijk in. En zo komt hij dus ook van God af. En dan zie je dus duidelijk dat hij zijn kennisbouwwerk aan het opbouwen is. Hij heeft nu een methode gevonden om op dat fundament van het cogito. Hè, dat is de naam van de slogan Cogito Ergo sum, Dat heet dan ook het cogito. Hè, om op dat cogito, dat fundament. Via een rationalistische methode, de methode van het helder en duidelijk inzien, zegt de rest van de kennis op te bouwen. Dat is dus wat hij doet. Hij zegt: Alles wat ik helder en duidelijk inzie is onbetwijfelbaar en is daarmee dus noodzakelijk waar. En ik denk dat we het wel met elkaar eens zullen zijn dat dit dus niet werkt, omdat je dan dus. Uh, en dan zouden we allemaal dat godsbewijs moeten accepteren. En ik denk dat de meeste mensen zeggen van... wacht even, daar valt nog wel wat op af te dingen. Maar daar gaat het nu even niet om. Nou, laten we even kijken naar wat die dan verstaat... onder een helder en duidelijk inzicht. Want dat is denk ik uh, wel belangrijk. Hè, een inzicht, uh, een perceptie... het is uh, dus, dus geen duidelijke perceptie... maar een perceptie met je, met, je, met, je, met je mind, met je verstand, met je geest... met je ziel, zal ik dat ook zeggen. Um, hè, dus dat, dat, dat is dus... Uh, de term die de gebruikt als het gaat om een mentale toestand, een mentale gebeurtenis, waarin je direct iets waar is begrijpt. En dat je dus ook zeker weet dat het waar is. En nou, dan zegt hij: dat zie ik eigenlijk in wanneer het helder en duidelijk is. En om eerlijk te zijn, is die niet zo helder en duidelijk over wat helder en duidelijk zijn. <laughs> wat dat nou eigenlijk betekent. He, dus hij zegt: ja, met, met helder, met clear, met clair, uh, bedoelt hij dus iets wat, ja, uh, Duidelijk aanwezig is in mijn geest. Tot de oplettende geest, de geest die erop gefocust is. Net als dat iets duidelijk aanwezig is wanneer je het in helder licht voor je hebt staan. Dus in, in helder licht, vlak voor mij, zie, zie ik met mijn ogen deze fles. En dan is dat helder. En zo kun je ook ideeën, gedachten hebben die helder zijn. En die helder voor de geest staan. En daar komt het dan uiteindelijk op neer. En ja. Uh, nou ja, hij, hij probeert in ieder geval een uitleg te geven. Of dat hij heel overtuigend is, uh, dat weet ik niet. Um, en wat duidelijk of onderscheiden is, het distinct wil dus gewoon zeggen: het is onderscheiden uh, uh, van iets anders. Um, nou, ik denk, ik denk niet dat dit, uh, wat Job vraagt, dat dit, dat dit een lege betekenis is. Uh, um, eh, dus hij, bijvoorbeeld als je pijn hebt. Als je pijn hebt, dat is een voorbeeld dat hij geeft, dat is, een, dat is, dat is helder. Eh, dus de, daar gaat niemand tegen jou uh, van afbrengen. Eh, als jij een spijker trapt of tandpijn hebt of iets dergelijks, dan, uh, dan heb jij pijn en dat is ontzettend helder. Um, dus dat, dat is daar uh, duidelijk een voorbeeld van. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken dat die um, pijn dan uh, in je voet zit, want je bent met je voet in de spijker getrapt. En dan zegt de kaart, ja, 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 ja maar, maar, maar dat is dan niet zo heel. Onderscheiden. Dat is niet zo heel duidelijk. Het is dus wel een helder idee, maar het is dan niet duidelijk. Want je denkt dat, je, dat die pijn in je voet zit, maar die zit natuurlijk in je geest. Zal <laughs> de kaart zeggen. En die zit helemaal niet in je voet. Uh, dus dat is. Uh, uh, niet duidelijk. 2 en 2 is 4, dat kan hij nu zeggen. En nu God geen bedrieger is, dat is helder. En dat is ook onderscheiden. Uh, dat, dat is niet confuus. Dat is niet diffuus met iets anders. 4 en 5, dat is echt gewoon duidelijk twee verschillende dingen. 2 en 2 is 4 en geen 5. En, en dat bedoelt hij dus met helder en duidelijk. En dan kan je ook zeggen: Ik zie helder en duidelijk in dat 2 en 2 4 is. Eh... Ja, wat Michel zegt is precies wat ik een paar slides geleden zei. Maar ik gaan zeggen, nou, daar gaan we niet op in, want dan kunnen we nog wel dertien colleges aanwijden. Um, uh, en dus, Descartes probeert dus inderdaad de verantwoordelijkheid voor slechte dingen bij de mens te leggen. Maar strikt genomen, als God dus goed is en alwetend en de wereld gemaakt heeft. dan weet hij al dat, slechte mensen in de wereld, dat hij slechte mensen in de wereld gezet heeft. en is dan de bron van het kwaad niet God. Nou, dat kan natuurlijk niet. Nou, daar, krijg je, daar zijn hele kerkelijke stromingen door ontstaan. Hele ruzies. Uh, en echt grote ruzies. Uh, uiteindelijk zit, zit, dit, zit dit ook achter uh, uh, nou, de opstand in de republiek. Zit, zit ook deze religieuze twist onder andere achter. Uh, da, dat zijn uh, een paar aparte colleges. Wel heel interessant, denk ik, om uh, een keer uh, te bekijken. Uh, dus uh, Arminius bijvoorbeeld en Gomarus. Als je daarin duikt, kom je hierbij uit uh, uh, bij dit soort problemen. Goed, uh, laten we even kijken of we snel kunnen afronden, want ik zie dat het uh, zo'n beetje tijd is. Goed, dus, hè, Descartes probeert natuurlijk de scepticus te weerleggen. Um, nou, het interessante historisch gezien zien is dat hè, aan het eind van de middeleeuwen is dus, uh, Aristoteles nog steeds de grote filosoof en Bacon die haalt... De kart sorry, haalt Aristoteles en de Bijbel uit elkaar, waardoor het in ieder geval weer mogelijk wordt om Aristoteles aan te vallen. En dat doet Bacon dan, uh, daar hebben we het nu niet expliciet over gehad, maar de kaart doet dat ook heel sterk. Um, en de kaart uh, probeert dus om zelf na te denken en zelf de scepticus te weerleggen en zelf met een... Uh, manier te komen om te laten zien dat je wel degelijk kennis hebt en het is heel duidelijk dat dat een rationalistische manier is want hij twijfelt aan zijn zintuigen en later komt hij dus met hè, dus in eerste instantie gebruikt hij die methodische twijfel en dan twijfelt hij onder andere aan zijn zintuigen en dan ziet hij met zijn verstand uiteindelijk in dat ik denk ik ben waar ik moet zijn dus dat maakt hem echt tot een rationalist en dan gebruikt hij die tweede methode van het helder en duidelijk inzicht om vervolgens zijn kennisbouwwerk opnieuw op te bouwen. He, dus dat, dat is ook iets wat, die, wat hem echt tot een rationalist maakt. En alles wat hij met zijn zintuigen dan waarneemt. Want hij zegt natuurlijk: Ik kan dus nu wel mijn zintuigen gebruiken om uh, kennis op te doen over sneeuw. Maar dan moet je altijd aan je verstand toetsen. Hij zegt: Ik heb bijvoorbeeld ook via mijn zintuigen nu een concept van de zon. Maar als ik via mijn zintuigen een concept van de zon verwerp, dan, ja, dan is die zon ongeveer zo groot. Hè? Uh, die is heel klein. Maar met mijn verstand kan ik dan begrijpen. Dat die zon heel groot moet zijn. Dus dat, daar zit ook nog zeker een rationalistisch element. ook als hij zijn zintuigen gaat gebruiken. om iets over de wereld te ontdekken. En dus Descartes is echt. Uh, een diehard rationalist, zou je kunnen zeggen. Is echt een echte rationalist. Um, uh, hoewel hij natuurlijk. zijn zintuigen ook gebruikt. om de dingen in de wereld te observeren. En hij doet experimenten. zoals Bacon zegt. En dat gaat hij dan ook allemaal zelf doen. Um, het probleem. Met Descartes' filosofie. is natuurlijk dat hij helder en duidelijk inziet. dat God bestaat. en God goed moet zijn. vanwege de redenen die hij geeft. en dat heel veel mensen daar zullen zeggen. ja, maar, ja, maar, ja, maar. daar is toch echt wel wat op af te dingen. bijvoorbeeld dat ik dat niet helder en duidelijk inzie. Dus hij vraagt uiteindelijk aan de scepticus. ook om zelf. alles wat Descartes. aan meditaties. aan gedachten ter overweging. Om die allemaal eigen te maken. Dus om zelf aan je leraren te twijfelen. Om zelf aan jouw zintuigen te twijfelen. Aan zelf aan jouw idee dat twee en twee is vier te twijfelen. Om zelf te accepteren dat er mogelijk een evil demon is. En dan tot de conclusie te komen: ik denk ik ben moet waar zijn. En dan ook tot de conclusie te komen: ah, dat zie ik helder en duidelijk in. En dat je dan ook zelf weer tot de conclusie komt: dat God moet bestaan. En daar haken denk ik de meeste mensen af. Er is van alles op af te dingen. Uh, 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 dus uh, je kan natuurlijk heel eenvoudig zeggen: het concept van perfectie is, het, is de negatie van uh, imperfectie. Nou, uh, ik ben imperfect, zo kan ik aan het idee komen. De negatie, nou, dat is ook niet zo moeilijk om aan te komen. Uh, dus, nou ja, dan heb ik dat idee zelf bedacht en dan hoeft er dus helemaal niks perfect te zijn. De kaart probeert ook daar wel weer tegen in te gaan, maar uh, en er is van alles op af te dingen op die en wat je dan dus eigenlijk moet zeggen is: ja, de scepticus is wel weerlegd, want er is kennis mogelijk. Kennis over je eigen bestaan. Maar dat het daarbij blijft. Dus dat is wel ja, een hele minimale weerlegging van de scepticus, nietwaar? Um, nou, dat is nog niet het, het laatste probleem, natuurlijk, voor de kart. Um, hè, want uh, uh, volgend college kijken we uh, in ieder geval naar Locke, Berkeley en Hume. Uh, dan zal het college door mijn collega helemaal naar recht gegeven worden. Uh, en Lok is bijvoorbeeld iemand die de kaart goed gelezen heeft uh, en op andere punten dan die we nu besproken hebben op de kaart ingaat en laat zien dat daar dingen problematisch zijn. Hij gaat dan onder andere in op het nativisme uh, wat je nog steeds dus bij de kaart aantreft, maar in een gematigdere versie ten opzichte van uh, Plato. Goed, dus dat gaan we volgende keer doen. Uh, nou, de nieuwe opdracht staat denk ik nu online. Want die had ik volgens mij met een tijdcode op half vijf gezet. Um, ik wil er wel even iets, een paar dingetjes over zeggen naar aanleiding van uh, de eerste opdracht hoe jullie die gemaakt hebben. En ik zal dus een filmpje maken waar ik wat, nog wat meer over zeg. Hou rekening met wat de leerdoelen van een opdracht zijn. He, de leerdoelen van een opdracht zijn gewoon om te toetsen of je begrepen hebt wat er in het college verteld is, wat er eventueel in de teksten staat. Maar in die teksten, als er van alles in staat wat in de colleges niet besproken is dat is wel een beetje gemeen van een docent om daarna te vragen? Dus ga ervan uit dat een opdracht, dat je daar eigenlijk het antwoord kan vinden in een college, zeker in een eerste jaar. Uh, we gaan langzaam ook wel op weg naar opdrachten waarbij je uh, naar je eigen mening gevraagd wordt. En dan moet je dus natuurlijk goed argumenteren. Maar dan staat er dat expliciet bij. En dan staat er expliciet bij, uh, wat, hoe, hoe denk jij daarover en geef een argument of iets dergelijks. Um, een ander punt, inderdaad, wat ik wil doen, is zeggen van, nou, als je uh, verwijst, probeer dat te doen naar publiek toegankelijke bronnen. Dus eigenlijk zou ik het heel erg op prijs stellen als ik uh, geen verwijzingen meer vind naar de uh, PowerPoints, uh, maar naar uh, de teksten, hè, dus zo de, de, de principes van, uh, van Descartes bijvoorbeeld. Uh, verwijs daarna, nou, dat is netter. Het idee achter... Kijk, ik snap dat je het uit de, uit de colleges haalt en dat vind ik ergens ook niet echt een probleem, natuurlijk. Maar je moet eigenlijk trainen langzaamaan in het verwijzen zoals je dat in de academische tekst doet, zodat je straks je thesis schrijft, dat je het daar goed doet. En in je these kan je echt niet meer naar een powerpoint verwijzen. Want dan verwijs je misschien voor een these die je zeg, weet ik wel, bij Bert van der Vent schrijft, uh, verwijs je naar deze powerpoints en dan heeft Bert daar geen toegang toe. Hoe moet Bert het dan controleren? Moet hij mij gaan mailen van Hans, kun je mij die PowerPoint op, opsturen? Of kun je me op Canvas toelaten? Dus dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus probeer zo academisch mogelijk te schrijven. Uh, even kijken. Uh, ja, dus uh, ik, wat ik aan het begin van uh, het college zei, ik heb alles nagekeken, want dat heb ik op papier gedaan. Want net als jullie zit ik de hele dag uh, ook online. Dus uh, ik heb het gewoon uitgeprint en even gewoon aan tafel met een pen. Uh, ik moet dat nog scannen en dan stuur ik dat vandaag of morgen op. Dat ligt er een beetje aan, ik moet ook nog een college van voor morgen voorbereiden. Um, en dan krijg je uh, feedback, uh, feedbackrapportje. Uh, gewoon assessmentvorm, zoals je dat uh, later ook in een, in een soort uitgebreide vorm bij de these krijgt. Als je je bachelor these gaat schrijven, dan krijg je ook een feedbackvorm als je uh, je cijfer daarvoor krijgt. En wij hebben voor deze cursus we hebben we uh, een soortgelijk formulier gemaakt, zo zodat het uh, langzaam toewerkt naar uh, nou, die deze die je uiteindelijk natuurlijk gaat schrijven. Uh, waar je ook uh, allerlei, uh, op allerlei dingen afgerekend wordt. We, we, we rekenen je nu af op um, uh, de inhoud. Uh, ik geef wel feedback, en dat heb ik ook nu gedaan, op uh, manier van schrijven. Op, of dat je APA gerefereerd hebt, maar ik heb daar geen punten voor afgetrokken als je uh, dat niet gedaan hebt, maar ik heb dan wel even APA in de marge gezet, zodat je even op moet zoeken hoe het wel moet. Um, dan... Oh, het boek. Ja. Uh, ik zoek om als een andere tekst gebruikt worden. Ja, ik, ik denk dat je die meeste wel kan vinden. Uh, in de bibliotheek of anders uh, gewoon inderdaad. Ik denk van Descartes kan je wel, uh, kan je het meeste denk ik wel gewoon online vinden. Uh, het uh, Gutenberg-project heeft heel veel online staan, uh, dus uh, daar kan je het uh, ongetwijfeld vinden. Uh, ook Google Books heeft heel veel, zeker als het wat ouder is. Uh, zo de oudere uh, uitgaven van het werk van Descartes die staan allemaal gewoon online. Uh, dus daar kun je gewoon naar verwijzen, kun je gewoon zo vinden. Uh, uh, even kijken. Dus uh, probeer uh, niet te verwijzen naar de slides. Ik zal dus een clipje maken. Uh, probeer, uh, nou ik bedoel, je mag nu wel natuurlijk meteen beginnen aan, uh, aan je opdracht. Dan zitten er allemaal nog vers in en dan kun je dat maken. Bekijk dan even nadat ik het clipje heb gemaakt. En dat wordt echt wel uh, op z'n vroegst morgen. Uh, maar dat zal ik dan in ieder geval zaterdag wel online zetten. Uh, daar leg ik wat meer dingetjes uit over academisch schrijven... Uh, over dingetjes die wat fout gegaan zijn bij heel veel mensen. Er zijn ook heel veel dingen natuurlijk goed gegaan, maar... Uh, ik ga proberen jullie wat, wat aanwijzingen te geven... hoe dat je van een wat... Um, schoolsere manier van schrijven... naar een wat meer academische manier van schrijven kan gaan. Uh, de Stanford Encyclopedia of Philosophy is inderdaad een academische bron. Dus als je dingen opzoekt uh, in een encyclopedie... is het niet de bedoeling dat je dat opzoekt in een gewone encyclopedie... of uh, op Wikipedia, of, op, uh, of dat je woorden opzoekt in een... In een woordenboek, hè, want dan maak je, uh, als je het in een woordenboek opzoekt, dan maak je de Nederlandisie. Maak je ineens expert op het gebied van filosofie. Dus dat is niet zo handig. Uh, dus zoek het op in een uh, en verwijzen naar een uh, uh, een encyclopedie die in het jargon, uh, die voor het jargon is, of die in de discipline is, uh, voor zoals filosofie. Dat uh, is perfect. Uh, zorg wel dat je dan verwijst op de manier zoals uh, APA dat uh, willen hebben. Dus ook in uh, dingen als de Stanford Encyclopedia. Uh, dilemma's die hebben vaak een, uh, een auteur. En dan moet je even zoeken. Uh, dat staat dan vaak bij uh, how to uh, refer or how to cite. Uh, by er zijn wat verschillende van die uh, um, online filosofie-encyclopedieën. Uh, soms staat het er gewoon boven. Hè, uh, virtue ethics en dan staat er onder wie dat geschreven heeft en soms staat er virtue ethics en moet je ergens anders klikken om erachter te komen wie de auteur is uh, zoek dat dan wel even op, dat is wel zo fraai als je dat er dan bij hebt staan goed uh, zijn daar nog vragen over? Ja, goed, ik, ik stuur jullie allemaal een scan, uh, dus ik moet even voor iedereen een scan maken en dat wil dan apart uh, naar jullie sturen. Dus dat, dat uh, kost een paar uren om dat te doen, dus ik vrees dat het niet allemaal vanavond af zal zijn. Uh, maar jullie krijgen allemaal een scan uh, met daarop ook je punt natuurlijk. Uh, en uh, hou rekening met die dingetjes voor uh, de vervolgassignments. assignments. En uiteindelijk voor het essay moet natuurlijk zoiets als een referentielijst wel in orde zijn... Uh, uh, maar dat, dat geven we nog wel aan bij de, uh, de informatie over het essay dat je straks moet schrijven. Ik zie je dat er nog iemand aan het typen is? Ik zal even wachten. Dat is een lange vraag, denk ik. Uh, moet je voorzien, een beetje verwaard nu. Nee, dus alleen kritiek van in de PBP. Uh, oh, de PowerPoints. Uh, <laughs> um, ik neem aan dat je daarmee bedoelt. Uh, ja, dus, 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 dus inderdaad, dit, dit, dat bedoel ik met van. hou rekening met de leerdoelen. De leerdoelen zijn gewoon. Ja, je volgt een college, je volgt een cursus. En uh, normaal gesproken zouden we een tentamen hebben. waarbij we een vraag stellen. En nu uh, doen we dat omdat dat allemaal heel veel voeten in de aarde heeft. en heel erg ongemakkelijk is voor alle partijen. doen we het met assignments en een essay. Uh, en uiteindelijk testen we natuurlijk nog steeds dezelfde leerdoelen. Willen, ik wil gewoon weten: heb je opgelet? Heb je begrepen waar het over ging? Uh, uh, als ik je eigen mening wil, dan vraag ik daar wel om. Maar uh, je hoeft niet met iets nieuws op de proppen te komen. Het is ook uh, een eerstejaarscursus vind ik dat je, dat je eigenlijk nooit van de student kan verlangen. Dat hij met een totaal nieuw inzicht of een totaal nieuw argument uh, op de proppen komt. Dat mag, natuurlijk. Uh, ja, ik jou dat alleen maar toe als dat wel gebeurt. Maar uh, uiteindelijk toetsen we gewoon uh, kennis en begrip. En een uh, klein beetje argumentatie, een klein beetje uh, dus de, de, de argumenteren is uh, qua procenten uh, voor het punt uiteindelijk minder dan gewoon uh, ja, toetsen, of dat je het begrepen hebt. En naarmate je verder komt in je, in je opleiding, uh, wordt uh, het, het kennis en begrip toetsen, uh, minder in, in de opleiding, en ga je ga je inderdaad meer toe naar uh, argumenteren, evalueren en uh, misschien zelfs. Uh, met originele ideeën komen. Dus vooralsnog, als wij vragen: leg uit, dan vragen we gewoon uh, om uh, iets uit te leggen uh, wat je in de literatuur in de PowerPoints terug kan vinden. And that's it. Dus het is eigenlijk, denk ik, gemakkelijker dan sommigen van jullie uh, gedacht hadden bij de eerste opdracht. En ik denk dat sommigen van jullie het is. Uh, Nodeloos wat ingewikkeld hebben gemaakt en daardoor ook uh, een iets lager cijfer hebben gekregen, denk ik. Goed. Oh ah, ja, nog een vraag zie ik. Um, er, ko er komt een reset voor uh, de assignments. Uh, en dat is uh, een reset voor alle assignments samen. Uh, en dat zal een mini-essay zijn. En want dan kun je niet meer aan het einde van, de, van, uh, van het semester... kunnen we niet nog twaalf uh, weken nemen... om om de twee weken een assignment in te leveren. Uh, dus de reset voor uh, de assignments is een mini-essay. En de vraag is natuurlijk of dat je dat wil doen, want... We hopen natuurlijk door je op deze manier feedback te geven dat je uh, ook uh, langzaamaan uh, beter gaat schrijven, betere uh, antwoorden gaat geven op, op opdrachten. Uh, waardoor je misschien uh, moet zeggen: dat, dat is de ervaring die we hebben op, met, met de opzet. Niet voor deze cursus, maar in andere cursussen. Als je het zo opzet, dat het de eerste twee, eerste één, twee keer uh, voor sommige studenten niet meteen goed gaat, maar dat er dan wel een stijgende lijn in zit. Dat je dan wel. Uh, door die feedback ook langzaam doorkrijgt hoe dat je uh, dit soort dingen moet doen. Dus. Uh, er is een optie voor een reset. Uh, en de vraag is natuurlijk of dat je, als je al je assignments hebt ingeleverd, of je die nog wilt doen. Ja? Nou, dan zijn we met de vragen toch nog een beetje uitgelopen. Uh, volgende week. Uh, Doet Herman dus, college 4. Goed, uh, fijne avond en tot de volgende keer. Oké, okay, goedjes. Ik graag gedaan. <laughs>